Vanavond gaat het over bibliotherapie. Maar voor ik u iets vertel over wat dat precies is, ga ik kort nog eventjes vermelden wie er allemaal betrokken is bij de organisatie van deze reeks. De reeks loopt onder de samenwerking van drie academies voor levenslang leren van de Universiteit Gent. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen in stijgende volgorde van belang. We hebben ook een aantal partnerorganisaties die ik nog moet vermelden. Bibliotheek De Krook, waar we te gast zijn in deze fantastische zaal. Avanza, Comon heeft meegewerkt, iedereen leest. Ik vergeet Amarant nog en dat zal het zo ongeveer zijn. Het is een heel fijne samenwerking, niet alleen de universiteit, maar ook een aantal culturele en sociale organisaties. Als Diederik nu overschakelt naar het volgende scherm, dan ga ik beginnen met u, voor ik onze gasten voorstel, kort iets te zeggen over wat bibliotherapie is. Maar ik ga eerst iets over mijzelf zeggen en een beetje reclame maken. Uus Knops heeft mij dat vorige week geleerd. Ik ben Jurgen Pieters. Ik doseer cursussen Algemene Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Gent. En ik heb samen met Zoe Gijsselink, die vorige week hier vooraan zat, de reeks eigenlijk opgezet en uitgewerkt. Zoe zit achteraan, probeert zich nu te verbergen, maar ze is wel degelijk aanwezig. Ik ben zelf, Zoe is bezig, heeft ze vorige week verteld, met literatuur en einde levensverhalen. Ik ben zelf bezig met de verhoudingen tussen literatuur en troost. Ik heb daar, vandaar de reclame, een Engels boek en een Nederlands boekje over gepubliceerd, maar ik ga snel over naar de volgende slide, want te veel reclame is nooit goed. Bibliotherapie. Wat is bibliotherapie? U heeft de term misschien, u hoort misschien de term voor het eerst vandaag, maar zelfs als u de term voor het eerst hoort, dan kan u wel reconstrueren wat dat woord betekent. Het gaat over therapie, zorgpraktijken door middel van boeken. Ik heb twee definities op de slide gezet. Ik ga ze niet voorlezen, want u heeft ze intussen al gelezen, een Nederlandse en een Engelse, waarbij u ook ziet van in de Nederlandse definitie van Van Dalen wordt er gewezen op het feit dat bibliotherapie een vorm van psychotherapie is. Daar kan, denk ik, over gediscussieerd worden. De Engelse definitie is voor ons misschien wat interessanter. Wijst er vooral op dat er eigenlijk binnen de bibliotherapie twee... het is een heel rijk veld, maar als je het wil gaan verkavelen, zou ik zeggen, er zijn twee grote vormen. De ene is strikt medische bibliotherapie. Dat is, denk ik, de bibliotherapie waar we het vandaag vooral gaan over hebben met twee mensen uit het medische veld. Er bestaat ook zoiets als wat ik eerder zou zeggen, een soort van informele vorm van bibliotherapie die vooral bekend is geworden door dit boek dat sommigen onder u misschien zullen kennen. Het is een Engels boek dat verschenen is in 2013. The Novel Cure, de genezing door romans. In het Nederlands vertaald als De Boekenapotheek. En dat is een boek dat eigenlijk aan de hand van alfabetisch georganiseerde lemma's over bepaalde aandoeningen. En dat gaat over migraine hebben tot een probleem hebben met uw schoonmoeder. Tot echte medische aandoeningen hebben, waarin de auteurs eigenlijk een soort van pleidooi geven voor het lezen van een bepaald boek, waarbij het idee is, als u dat probleem heeft, dan gaat het lezen van dit boek u helpen. Wat helpen ook mogen betekenen. Er is een Nederlandse versie van. Ik ben recent ook op het spoor gekomen van een Frans boek. Ik geef gewoon een aantal leestips mee voor degenen onder u die daarin geïnteresseerd zijn. Bibliotherapie, 500 livres qui réenchantent la vie. En aan de ondertitel zie je al van, het gaat niet alleen effectief over medisch genezen, want dat is een beetje de vraag van, kun je door het lezen van een boek echt genezen? Maar het gaat ook over het terugvinden van een bepaalde blik op het leven, terugvinden van een bepaalde zin, in dit geval terugvinden van de verwondering in zekere zin. Dit is een heel bijzonder Nederlands boek, De Boekendokter. Heel bijzonder omdat het de hele problematiek of praktijk van de bibliotherapie ook een beetje relativeert en tussen aanhalingstekens zet. Thomas Blondeau is een jonge West-Vlaamse auteur die jammer genoeg intussen overleden is. Had voor Radio Clara, denk ik, was het een rubriek waarin hij de bibliotherapeutische praktijk van de boekendokter beoefende, maar tegelijkertijd dat met een korreltje zout nam, een beetje relativeerde. En goed, dat is ook een aanrader. En dan de laatste
om te tonen dat het niet alleen gaat over romans of kortverhalen, maar dat is vaak het geval. Er zijn ook een aantal bibliotherapeuten die zich specifiek met poëzie bezighouden. En het voorbeeld wat u hier ziet, William Sieghart, ze zijn intussen 2 boeken verschenen in die reeks. De Poetry Pharmacy, er zijn er eigenlijk al 3, maar de derde is een samennemen van de eerste en de tweede, wat ook duidelijk maakt dat bibliotherapie ook voor mensen die boeken schrijven ook wel een soort van economie begint te worden. Hè. Mensen blijven dat soort boeken maken en mensen blijven dat soort boeken ook lezen, gelukkig. Dat bij wijze van inleiding. Ik ga u kort onze 2 gasten voorstellen en ik ga hen dan meteen daarna vragen om zichzelf op een andere manier voor te stellen en ons duidelijk te maken waarom zij hier op hun plaats zijn, waarom het goed is dat wij hen hebben uitgenodigd. Professor Tessa Kerre. Ik ga nog een beetje reclame maken, want voor Tessa heb ik ook nog een slide met 2 publicaties. Tessa is hematologe aan het Universitair Ziekenhuis Gent. Sommigen onder u zullen haar mogelijk kennen van de reeks Topdokters op 4 een paar jaar geleden. Tessa heeft 2 boeken gepubliceerd. Het eerste ziet u op het scherm rechts, Immuun voor kanker. Is 2021. U ziet hier dat het niet alleen een kaft heeft, maar dat het ook een boek is. Dat staat het in de lucht. En binnenkort, heel binnenkort, verschijnt het boekje waarvan u de kaft daarnaast ziet, Immuun voor kanker. Excuseer. Kunst op voorschrift. Kunst op voorschrift. Ik heb het plezier gehad om het dit weekend te mogen lezen in proefdruk. Een heel warm pleidooi, maar Tessa zal ons daar straks nog meer over vertellen. Naast Tessa zit dokter Geert Meijvroot, Universiteit Leuven, specialist intensieve geneeskunde. Maar u allemaal bekend natuurlijk als, niet alleen als deelnemer van de slimste mens ter wereld, maar ook winnaar van de slimste mens ter wereld. Goed, ik ga het daarbij houden voor de formele introductie. En ik nodig jullie uit om iets te zeggen van waarom zijn jullie eigenlijk hier? Ja, waarom? Waarom is het goed dat we jullie gevraagd hebben? Dat zal misschien blijken op het einde van de avond of dat een goed plan is. Ik vermoed dat het te maken heeft met het feit dat ik een paar jaar geleden coördinator ben geworden van een onderzoeksproject, een voorleesproject, waar we ook samengewerkt hebben met mensen van de literatuurwetenschappen, ook met het lezerscollectief, een VZW die vrijwilligers opleidt om professioneel voor te lezen aan mensen, meestal in groep. En in dat onderzoeksproject hebben we eigenlijk 20 studenten van onze faculteit die in hun latere loopbaan zorgverlener zouden worden, dus in contact gingen komen met patiënten, geselecteerd om in een 1-op-1 setting te gaan voorlezen voor patiënten met kanker. Dus dat is een heel bijzonder project geworden. Ik was onmiddellijk heel enthousiast. Ik was daarvoor gevraagd in de hoedanigheid van academisch secretaris en omdat ze ook wel wisten dat ik een heel grote liefhebber was van literatuur en van ook de zorg voor de mens en niet alleen de zorg voor de ziekte. Dus dat sprak mij onmiddellijk heel erg aan en ik ben doorheen het project alleen maar meer verwonderd en geraakt geweest door de impact dat voorlezen en teksten kunnen hebben, zowel voor zorgverleners in opleiding, voor op een professionele ontwikkeling dan, als voor patiënten. En daar zijn patiënten bij die aan het einde van hun leven waren ook. En die aan die teksten en aan het lezen enorm veel gehad hebben. En enorm betekenis gehad heeft voor hen. En ook de manier waarop dat die studenten, die jonge mensen, via die teksten een band konden opbouwen met die patiënten op heel korte tijd. Waar dat patiënten zeiden, ja, eigenlijk, ik heb zo het gevoel dat dat mijn beste vriend is en dat ik daar alles kan aan vertellen. We hebben natuurlijk ook wel bijzondere studenten geselecteerd. Hè, dus kleine pluim voor onszelf ook daarbij. Maar en mensen die zich kandidaat stellen natuurlijk voor zo'n project, dan heb je al een selectie natuurlijk. Maar toch vond ik dat echt wel... heb ik daar echt met open mond naar zitten kijken, met veel verwondering. En is dat een project dat ook mij extra gesteund heeft in het feit dat we niet alleen moeten investeren in de best mogelijke medische zorg. Hè. Uiteraard is dat heel belangrijk en cruciaal. Maar dat we ook moeten investeren in de zorg voor de mens die ziek is. En ik ben ervan overtuigd dat literatuur en kunst in het algemeen daar een heel belangrijke rol kan in spelen.
Dus ik vermoed dat dat de reden is waarom dat ik hier zit. Dat vat het denk ik goed samen. Ja. Geert, wat heb jij met literatuur? Ik herinner mij uit jouw talrijke optredens in De Slimste Mens dat jij ongeveer de enige was die altijd goed kon antwoorden op literatuurvragen. Ja. Dus dat zal een deel van het antwoord zijn. Ja, zelf, zodra ik kon lezen, denk ik niet dat ik ooit niet een boek aan het lezen was of twee boeken aan het lezen was. Dus ik lees heel graag boeken. Maar er is een soort een grappig verhaal hoe ik hier ben beland, want eigenlijk heb ik per ongeluk, denk ik, mezelf uitgenodigd. Namelijk, ik kreeg een mail van Zoe over dat ze mij gehoord had op de radio over literatuur en of ik niet geïnteresseerd was om naar een avond te komen over literatuur en geneeskunde in de Krook. En ik had in het begin niet door dat ze mij... Eigenlijk had ik gewoon daar moeten zitten. Dat gewoon, ja, van, zou je dat interesseren? En ik in mijn misschien ijdelheid dacht ik, ah ja, die vraagt me om te spreken. En ik las dat terug opnieuw. Ik zei, ja, maar moet ik hier, voor wat vragen jullie mij eigenlijk? En dan... Ja, heb ik dat dan ook eerlijk gevraagd, van waarom is het eigenlijk... Ah ja, ja, eigenlijk was het voor in het publiek, maar ja, nu dat je het zegt, kun je misschien ook ineens komen in het panel zitten. Dat is eigenlijk het eerlijke antwoord waarom ik hier zit. Meer nog, ik had eigenlijk daar moeten zitten. Ja, ja, ja. Dus ja, ik heb dus mezelf uitgenodigd. Waarvoor mijn excuses? Maar het is natuurlijk, van alle gekheid op een stokje, het interview waar Zoe naar verwees, was inderdaad... Het gaat eigenlijk over... was ik ook, heel concreet ging dat over een boek dat denk ik elke arts zou moeten gelezen hebben, wat ik ook cadeau doe aan al mijn collega's. Dat is het boek Being Mortal van Atul Gawande. En Atul Gawande is een chirurg uit Philadelphia en een regelmatige columnist voor The New Yorker. En dat is eigenlijk een prachtig boek over het feit dat geneeskunde het soms moeilijk heeft om sterfelijkheid te herkennen, maar dat dat ook een maatschappelijk fenomeen is. En dat je dus zowel als arts als als patiënt in een soort folie à deux kunt belanden door sterfelijkheid te ontkennen. En hij bouwt het op aan van twee lange casussen, want het gaat over het hele boek. Eén is over bejaardenzorg. Waarin dat hij het eigenlijk heeft over hoe wij alles inzetten op veiligheid voor bejaarden, maar niks aan autonomie. Dus wij vinden het geen probleem om bejaarde mensen autonomie te laten inboeten als ze maar veilig zitten. Goh, ons vader is nu thuis al twee keer gevallen, we gaan hem maar in een home steken. Ja, en hij moet dan wel zijn hondje wegdoen en zijn dingen en zo, maar ja, dan is hem tenminste veilig, dan zijn wij gerust. Dus dat is één casus. En het tweede gaat over oncologie. En ik denk dat dat zeker in de Verenigde Staten heel anders wordt beleefd, omdat daar... Ja, de cultuur van end of life of van bepaalde dingen niet doen veel minder aanwezig is dan bij ons, waarin dat op een bepaald moment een arts aan een patiënt vierde, vijfde, honderdste lijn chemo gaat beginnen voorstellen van dat hij perfect weet, dat werkt eigenlijk helemaal niet in deze kaas, heeft hij ook niks bewezen, maar ja, ik kan u toch niet gewoon zeggen tegen die mensen dat wij niks meer hebben voor hem. Mm. En dus die twee casussen bouwt hij op en dat is echt een boek dat al mijn assistenten, mijn collega's al van mij cadeau hebben gekregen, omdat het zo goed en zo verrijkend is. Ja. Komt straks nog een citaatje uit het boek. Dus ja, voilà. Nog voilà. Ik ga aan het publiek misschien kort aangeven hoe we het gesprek gestructureerd hebben. Het vertrekpunt is dat in de bibliotherapie, in het denken over het feit dat boeken mensen kunnen genezen, er gebruik gemaakt wordt van een aantal beelden of een aantal metaforen die steeds terugkeren. En ik heb eigenlijk... bij de voorbereiding gedacht van, laten we eens proberen om aan de hand van die beelden te werken, maar laten we ze die beelden letterlijk nemen en doordenken. Het eerste is het idee dat boek een medicijn is, waarbij de vraag altijd zal zijn, in welke opzichten is dat zo, in welke opzichten is dat niet zo. Tweede idee, de goede dokter als iemand die boeken leest, maar die ook in staat is om patiënten te lezen. En het derde beeld is het idee van het lezen als... genezen of als helen. We gaan het waarschijnlijk ook hebben over het feit dat die twee woorden toch niet helemaal hetzelfde zijn. Ik heb voor elk van die subsecties zeg maar, een citaat meegebracht. Ik zie er al een tikfout staan, dat is altijd zo. Ja. In de hoek van mijn oog. Dit eerste citaat is een citaat uit de inleiding van het boek De Boekenapotheek, om u een beetje een beeld te geven van hoe dat boek opgebouwd is. De auteurs hebben het daar over de geneesmiddelen, de medicijnen die zij voorschrijven. En ze zeggen, onze geneesmiddelen zijn niet verkrijgbaar bij apotheek of drogist, maar bij de boekwinkel, in de bibliotheek of te downloaden op je e-reader. Wij zijn bibliotherapeuten en boeken zijn onze instrumenten.
Onze apotheek bevat Balzaciaanse balsems, een Tolstojaanse tourniquets, dat is de tikfout, safons, salfjes en de purgativa van Perec en Proust. Voor de samenstelling hebben we 2000 jaar van literatuur uitgeplozen op zoek naar de geniaalste geesten en meest lavende leeservaringen. Van Apuleius, schrijver van de Gouden Ezel uit de 2e eeuw na Christus, tot de eigentijdse tonicums van Ali Smith en Jonathan Franzen. Een boek als medicijn. Een eerste vraag. Als je de vergelijking maakt... Ik ben geen medicus, dus corrigeer mij als ik daar al fouten maak. Medicijn, denk ik meteen... In principe zijn medicijnen bruikbaar voor grote delen van de populatie. Dat is toch het idee. En dan denk ik automatisch, is dat bij boeken, dat jullie gevoel ook zo? Of zeg je van, ja, als je boeken begint voor te schrijven als boekendokter, dan ga je toch heel specifiek moeten gaan kijken naar voor wie schrijf ik precies wat voor. En bij medicijnen lijkt mij dat anders te liggen. Maar nogmaals, ik ben... Dus daar ook de personalized medicine is ook de nieuwe geneeskunde. Hè? Dus misschien is dat ook wel een vorm daarvan dan. Ja, ik heb daar ook een beetje over nagedacht. En ik vraag me dan inderdaad af hoe universeel dat je dat kan maken. Ik heb zo het gevoel, ook in het leesproject, dat heel vaak dat je heel moeilijk kunt inschatten wat dat een tekst bij iemand gaat teweegbrengen. Omdat dat zo bepaald wordt door wat dat die mens heeft meegemaakt, hoe dat hij in het leven staat, wat dat de levensfilosofie is. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij samen lezen. Ik had dat nog nooit gedaan, tot als ik coördinator werd van dat project. En dan hebben we regelmatig de studenten bijeengebracht op de zolder van het poëziecentrum. Het was een beetje de sfeer van Dead Boys Society. En dan hebben we samen gelezen met mensen van het lezerscollectief ook. Ja, het idee daarachter, voor mensen die het niet kennen, dat shared reading is, iemand leest een tekst eerst volledig voor en dan wordt de tekst opnieuw gelezen en wordt er op een bepaald moment gepauzeerd en wordt er eigenlijk, ja, al dan niet vrijgesteld, maar de observaties of de zaken die je associeert met die tekst, wat dat in je opkomt, wat dat je daarbij voelt, die wordt gedeeld in de groep. Ja, dat was voor mij wel heel verrijkend, omdat je hoort van anderen dat die tekst volledig anders kunnen lezen. Dus die stellen zich daar... Het zijn meestal natuurlijk... Die teksten zijn ook wel gekozen dat ze wat meer lagig zijn, dat ze wat diepgang hebben natuurlijk. En dat ze wel kunnen geïnterpreteerd worden op een andere manier. Maar toch is dat zo verschillend. Dat was enorm verrijkend, vond ik. Dus om dan te zeggen... jij bent die persoon of je hebt die ziekte of je hebt dat probleem, dan is dat boek de oplossing. We gaan er ook onderzoek naar doen, hopelijk, hè, in de toekomst samen. Dat intrigeert mij enorm, maar ik denk dat dat heel moeilijk is. Ik geef een voorbeeld uit het leesproject. Was een jonge student, geneeskunde, en haar eerste tekst, dus zij konden de tekst en ik zelf kiezen. Ze moesten dat niet op voorhand... dat werd niet opgelegd of zo. Zij hadden die opleiding gehad, 3-daagse opleiding met lezerscollectief. Zij hadden, ik heb hier 2 boeken genomen, Grenzeloos en Samen sterke verhalen vertellen. Dat zijn 2 typische boeken die het lezerscollectief samenstelt met uw kortverhalen en gedichten rond een bepaald thema. En ze konden ook zelf eigen teksten kiezen. Ze waren daar volledig vrijgelaten. En gehad studenten die... Want ik zag ze dan altijd voordat ze gingen starten. Ze waren dan gekoppeld aan een patiënt. Ik vroeg dan altijd, zie dit zitten? Zeiden wat zenuwachtig? Oh, die waren... Oh, nee, helemaal niet zenuwachtig. Ik zit helemaal zitten. Ik heb wat van dat gekozen, wat dat en wat gedicht. Dat was er ook een student bijvoorbeeld die een ganse opbouw had gemaakt van teksten en een bepaalde catharsis kwam op het einde. Dan waren er ook bij die zeiden, ja, ik had dan, mijn patiënt was een politieagent, dus ik heb dan voor de tweede zo'n mysterieverhaal gekozen. Soms zeiden de patiënten zelf van, ja, het mag voor mij wat dieper gaan. Het mag wat meer zijn voor mij, wat meer uitdagingen zitten. Dus het was een spel tussen die twee. Maar dus er was 1 student en die zei dus, die vertelde dan, want we kwamen ook samen om samen te lezen, maar ook om een beetje te spreken over wat dat ze allemaal hadden meegemaakt. Want dat was voor die jonge gasten natuurlijk ook niet niks om met mensen geconfronteerd te worden die ook heel ziek waren. En er zijn ook heel veel mensen overleden tijdens het project. Dus ook daarover moesten ze kunnen ventileren. En ja, zij had toch wel een beetje
iets meegemaakt. En ze vertelde, ja, ik had zo'n tekst gekozen. Easy peasy tekst, dacht ze, zo over loslaten. Oh, easy peasy. Natuurlijk, voor een jonge vrouw van 22 jaar, loslaten, part of life. Alleen gaan wonen, studeren aan de universiteit, hè, party time. Dus loslaten was voor haar iets easy peasy. Hè. Voor een jonge vrouw van voor in de 30 met twee jonge kinderen die een levensbedreigende kanker heeft, is loslaten iets helemaal anders. En die patiënte was een beetje geblokkeerd. Was enorm beginnen wenen tijdens die tekst ook. En die student had dat totaal niet verwacht. Die dacht echt van, dat is hier zo'n beetje om de sfeer wat los te maken. Zo, hè. Ontspannende lectuur. Een beetje, ja, voilà. Hè, we gaan licht beginnen. Nu, uiteindelijk is dat heel mooi verlopen, want die student had dat al gevraagd, is even geblokkeerd en heeft dan gezegd, oké, ja, ik ga gewoon die mevrouw eventjes laten uitwenen en een beetje bij haar gaan zitten en zo. En haar wel laten bekomen. En dan heeft die vrouw wel, die altijd redelijk gesloten was, en als de sterke, en ik ben jonge moeder, maar ik heb dat hier allemaal onder controle en ik ga zeker niet doodgaan enzovoort, was dat wel voor haar een moment waarop dat eventjes dat sterktemasker afviel en dat zij wel kon vertellen over de angst dat ze had dat haar kinderen zonder moeder gingen moeten opgroeien enzovoort. Dus het was een shock, maar het was wel iets dat iets losmaakte, mm-hmm, dat dan wel bespreekbaar werd en daarvoor dat heel moeilijk was. Met iemand die ze nog nooit had gezien, bovendien. Dus, ik denk dat ik dat wel meer had kunnen voorspellen dat een tekst over loslaten wel iets anders ging betekenen. Maar alleszins, die studenten had dat niet ingeschat, maar uiteindelijk is het wel een heel mooi verhaal geweest waar dat wel iets losgekomen is dat tot een bepaald therapeutisch effect wel had. Ja. Het is wel een verschil wat ik wel zie tussen de twee vormen van bibliotherapie waar ik het daarnet over had, de medische en de niet-medische, zal ik het dan maar noemen. Zie je wel dat bij de medische gaat men veel minder uit van je kunt bepaalde specifieke teksten voorschrijven. Mm. En bij de niet-medische is het meer vanuit het voorschrift. Ik weet niet of want ik zou uit Tessa haar verhaal bijna besluiten van in medische bibliotherapie met leesvoorschriften gaan werken, dat kan bijna. Nee, maar ik denk ook dat twee totaal andere dimensies zijn. Mm. Ik denk dat een boek en een medicijn zijn twee totaal andere dingen. En als je zegt, een medicijn is iets voor een brede groep, dat klopt eigenlijk niet. Een medicijn is iets voor meer en meer, voor een beperkte groep. Je zoekt eigenlijk de patiënt waarbij het medicijn gaat werken en waar de neveneffecten van het medicijn, die er altijd zijn, dat dan een prijs is die we bereid zijn om te betalen. Omdat de waarde van het medicijn juist zo hoog is. En is eigenlijk heel utilitaristisch. Een medicijn is echt om een heel concreet doel te... Terwijl ik vind persoonlijk literatuur bij uitstek niet utilitaristisch. Literatuur is soms iets vinden waar je niet naar op zoek waart. Je bent een tekst aan het lezen en ineens, totaal onverwacht, vind je daarin iets dat je een bepaald inzicht geeft waar je eigenlijk nooit naar op zoek waart. En dat is van een totaal andere dimensie. En ik denk dat literatuur voor patiënten, dat je dat eigenlijk meer moet vergelijken met een soort algemeen fitnessniveau. Als je dat lichamelijk zou zien, dat je zegt, een patiënt die wat fitter is en die beweegt en die is ook weerstandiger tegen ziekte en tegen bepaalde dingen in het leven. En ik denk dat met uw literatuur ook zo is. En oké, als je dan heel ziek bent, dan is het misschien heel moeilijk om je fitness te vinden. En dan heb je hulp nodig. En dan heb je misschien, bij ons is het dan de kinesist die aan bed komt, ook bij die heel kritiek zieke, die je helpt fietsen. En misschien hebben ze dan ook een mentale kinesist nodig die je terug helpt lezen om uw leven breder te maken. Maar ik denk niet dat je kunt zeggen, hier, je voelt je slecht, hier is nu eens een tekst. En als je die leest en geïnterpreteert die op de juiste manier, dan ga je je daar beter bij voelen. En literatuur heeft ook geen neveneffecten. Het is niet dat je een ander boek kunt hebben waar je heel slecht van wordt. Of zo. Je gaat er altijd wel ergens een soort inzicht uit halen dat je uiteindelijk beter, ook al kun je er droevig van worden of kwaad of whatever. Maar de uiteindelijke les die je voor jezelf zult trekken, bestaat wel. Dus ik weet het niet. Ik zie dat zo niet, maar mijn patiënten zijn natuurlijk niet het soort patiënten die zitten boeken te lezen, want dan lagen ze niet bij mij. Dus dat is natuurlijk een heel andere populatie dan bij jou. Maar ik zie het als iets veel, veel breder. Ik ben ervan overtuigd dat het
heel belangrijk is en dat onderschat wordt. En ik ben er ook van, net zoals bewegen, ik ben ook van overtuigd dat het heel laagdrempelig moet zijn. Want hier zitten natuurlijk allemaal heel intellectuele mensen die heel veel lezen. Dat is niet aan iedereen gegeven. Integendeel, dat is aan de meeste mensen niet gegeven. Dus het mag helemaal niet hoogdravend worden. Het moet iets zijn dat heel laagdrempelig binnenkomt, omdat wij juist gezondheidszorg geven aan iedereen. Mm-hmm. Aan de slimste mensen, maar ook aan mensen die op dat vlak het wat minder getroffen hebben, maar die we daar ook wel mee kunnen introduceren. Net zoals dat we aan obese mensen die weinig bewegen ook kunnen aanleren van ja, maar eigenlijk is dat ook wel een verrijking. Ja. Je gaat je ook wel beter voelen als je beweegt. Is dat iets wat je bij jullie project ook zag? Dat laten we zeggen, degenen die dan erin stappen zijn, degenen die al geïnteresseerd zijn in literatuur? Niet altijd. Het is wel zo dat op voorhand denkt je dan naïef gewijs van ja, hè, mensen zijn bij ons heel lang opgenomen, vervelen zich vaak. En zijn inderdaad, die leefwereld wordt echt gereduceerd tot die heel kleine ruimte waar ze wekenlang opgenomen zijn, waar niet veel mensen op bezoek mogen komen, al zeker niet in de voorbije periode. Maar sowieso is dat bij ons heel beperkt, zeker als mensen in isolatie liggen omdat hun immuunsysteem sterk onderdrukt is. Dus die wereld wordt heel, heel klein. En daar brengt je dan iemand binnen die ze niet kennen. Dus langs de kant kan dat zijn hoe je heel bedreigend overkomen van ja, weet je, ik controleer, ik heb nog een beetje controle over mijn leven en dat is niet de dokters en zo die binnenkomen en de verpleegkundigen, dat moet ik ondergaan. En wij zijn zo sympathiek dat ze dat ook oké vinden. Maar voor de rest kies ik wel wie dat er in mijn kleine wereld binnenkomt. En dan komt daar iemand die ik niet ken en die gaat direct voorlezen, één op één. Allee, dat was ook bedreigend voor sommigen. Dus we hebben, denk ik, om die 20 patiënten te vinden, hebben we er meer dan het dubbel in de 40 gescreend die het niet zagen zitten. Niet altijd om de juiste reden. Zij beslissen natuurlijk wat ze willen, maar dat was bijvoorbeeld ook vaak van ja, maar ja, ik kan wel zelf lezen. Hè. Dus ze zagen dat als een soort dingen van gaan ze mij dan nu ook nog afpakken? En ik bedoel, ik kan al zoveel niet, maar ze gaan mij ook nog een keer komen voorlezen. Zeg, ik kan het wel zelf, hoor. Dus terwijl dat natuurlijk niet de bedoeling is, of voorlezen, dat is voor kinderen. Dus er zit natuurlijk ook een soort van drempel dat je moet overgaan en dat ik ook hoop met het project verder te laten uitrollen, want er zijn nu ook vrijwilligers bezig buiten het project om voor te lezen voor kankerpatiënten. En we zijn het ook in andere diensten aan het uitbreiden, onder andere op intensieve zorg. Dat was ook een reden om het niet te doen. En ook mensen die dan bijvoorbeeld zeiden van ja, lezen, dat zegt mij niet zoveel. En er zijn verschillende patiënten die dan toch ja gezegd hebben. En weet je, er zijn mensen die zeiden, want we hebben daar ook dan dat kwalitatief onderzoek over gedaan, wat inhoudt dat we heel veel diepte-interviews gedaan hebben met die mensen. En dat er ook bij sommigen was dat, voor mij was dat een verzetje. Dat was niet meer dan dat. Dat was een keer even, weet je, weg van de miserie, een keer aan iets anders denken. Terwijl bij anderen was dat enorm betekenisvol. En had dat een impact op hun leven. En ik heb een patiënt gehad, een van mijn patiënten, die echt terminaal was en die bijna smeekte dat de student nog bij haar ging komen voorlezen. Omdat wij zo het gevoel hadden, oh ja, gaan hier maar een paar weken zijn, dan is waarschijnlijk niet uw prioriteit dat er iemand van een project komt voorlezen. Dus zij zeiden, alsjeblieft, want allez, ik heb zo'n goede band met hem en ik heb zoveel aan die leessessies. En wat dat dan ook heel mooi was, en dat vind ik ook terug in wat jij zei daarnet, Geert, van dat toevallige dat zo mooi is, hè, dat die studenten iets voorlezen en dat dan een herinnering naar boven brengt die zij totaal niet hadden kunnen inschatten dat die in die mens zat, dat die mens zelf vaak vergeten was. En zo heb ik een prachtig voorbeeld van die patiënten ook. Er was een kort verhaal van Paul Auster, prachtige schrijver ook. Moon Palace is geweldig. Maar hij heeft ook een verhalenbundel geschreven die eigenlijk waar gebeurde verhalen van mensen. Nu, ik geloof het bijna niet dat het waar gebeurd is. Het noemt A Table for Two. Het is eigenlijk een heel romantisch verhaal over een vrouw die hij heeft geïnterviewd, hoe dat haar ouders elkaar hebben leren kennen. Je kunt het bijna niet geloven, maar blijkbaar is het waar gebeurd. En dus de student leest dat voor en dat brengt bij haar heel veel herinneringen naar boven hoe dat zij haar man heeft leren kennen. Die romantische periodes rond dat leren kennen, die verliefdheid, die dingen. En ze zegt, allee,
dat is toch ongelooflijk dat ik in de laatste weken van mijn leven die mooie herinneringen aan die romantische eerste van... Ja, zoals in de 50, dus ja, 30 jaar geleden, dat ik zo daar dan nog naar boven breng. Dat ik daar zo van kan genieten, dat ik dat dan ook weer opnieuw gedeeld heb met mijn man. Dat is toch bijzonder. Dus dat is die toevalligheid die dan net zo mooi maakt. Dus ja... Ik denk dat je het minder goed mikken, literatuur, dan medicatie. Ja. Met medicatie kunnen we ook al niet zo super mikken altijd. Hè? Nee. Maar met literatuur kunnen we nog minder mikken, maar dat is juist het schone eraan natuurlijk. Ja. Dat je er niet mee kunt mikken, want het is het schoonste om iets te vinden waar je niet naar op zoek was. Maar het voorbeeld dat je geeft, dat roept bij mij ook de vraag op van... Is het dan niet zo dat het werkt voor de personen die willen dat het werkt? Dus ik weet niet of dat dan nu placebo-effect kan genoemd worden of niet. Ik denk ook wel de twee. Ik ben er ook wel van overtuigd dat er mensen kunnen daarin gebracht worden die daar eigenlijk helemaal niet gedacht hadden dat het iets voor hun was. Maar ik denk aan het project van Tessa is natuurlijk meer dan literatuur. Brengt ook een interactie teweeg tussen twee mensen. Hè? Want als die persoon, die student, echt niet kan uitstaan, dan mag dat de schoonste tekst liggen die dat er ligt. Dat gaat nooit absoluut werken. Ja. Dus, en dat speelt natuurlijk ook wel iets. Het is niet zuiver het effect van literatuur dat je onderzoekt, maar je brengt eigenlijk een interactie teweeg aan de hand van een tekst die heel mooi kan zijn tussen twee mensen. Hè? Ja, dat kwam zeker in een andere fase van hun leven. Iemand die de hele wereld voor zich heeft, kerngezond is en nog zich niet kan inbeelden wat dat ziekte is. En dan iemand die een heel ander perspectief is en die alle twee naar diezelfde tekst kijken. Dat is... Maar ook niet alleen, hoe zou ik zeggen, de zaken die jij nu beschrijft, maar ook ruimtelijke omstandigheden. Hoe een ziekenhuiskamer eruit ziet. Ja, daar worden we niet vrolijk van, van onze ziekenhuiskamers. Zeker al bij ons niet, is al heel verouderd. En dus effectief, als ik zo even intensief care kan schetsen, de meeste mensen liggen daar heel kort. Hè. De mediane verblijf is 2 dagen. Dus de helft is na 2 dagen weg. Maar er is een aantal patiënten die in verlengde kritieke ziekte blijven. Die dus echt weken, maanden op intensieve liggen, die dus ook hun revalidatie daar moeten doen. En intensive care vroeger was heel veel gericht op... Onze wetenschap heeft zich ontwikkeld van wij leren mensen hun intensive care wij maken gewoon dat er zoveel mogelijk overleven. En nu zijn we veel meer gericht op de kwaliteit van overleven. En ik denk dat daar, zo ook in post-intensive care raadplegingen, daar zit eigenlijk heel veel voor ons in dat soort therapie en verbetering. Maar inderdaad, in zo'n kamer wordt dat is een redelijk technische ruimte. En zelfs... Ja, je gaat nooit die techniciteit helemaal kunnen wegnemen. Je kunt dat... beter inrichten. En ik hoop dat we dat ooit gaan doen, als we ooit eens gaan verbouwen. Maar het zal altijd een technische ruimte blijven waar hygiëne belangrijk is, waar mensen hun job in moeten kunnen doen die zo efficiënt mogelijk is, zodat die patiënt beter kan worden. Het voorbeeld dat je nu aanhaalt doet me denken aan een bepaalde passage in Tessa, haar is er ook aan forthcoming boek. Maar misschien vertel jij het maar, Tessa. Ja, dus ik heb ooit een... iets meegemaakt met een patiënt die heel lang op intensieve zorgen heeft gelegen. Een patiënt met acute leukemie werd getransplanteerd, die had een ernstige complicatie en had multi-orgaanfalen, noemen we dat dan. Dus moest beademd worden, hart moest ondersteund worden en ze was ook aan nierdialyse. Dus verschillende vitale organen faalden en moesten dan door machines overgenomen worden. Dus ze is daar echt weken beademd geweest. Nu, die vrouw was een zeer kunstminnend, ze leeft nog altijd en ze is nog altijd zeer kunstminnend, persoon. En haar kamer bij ons, want mensen liggen daar dan ook wekenlang opgenomen en moet daar ook proper zijn, maar we hebben iets meer ruimte tot in aankleding. En dat was bijna een museum dat je binnenkwam. Dus er lagen kunstwerken, er hingen zaken aan de muur. Dus dat was echt heel een ander universum dat je binnenkwam. Dat was haar universum. En dan wordt zij natuurlijk uit die kamer gehaald naar intensieve zorgen, waar dat inderdaad het lichaam bij uitstek dan, of de mens bij uitstek wordt gereduceerd tot een lichaam, tot cijfertjes op een machine, op een toestel. Gaat mij misschien tegenspreken. Ja, ik kan het tegenspreken. Maar natuurlijk, die communicatie, wat bijvoorbeeld voor mij als arts zo belangrijk is, de communicatie met een patiënt, als die beademd is, in diepe slaap is, dan wordt dat toch een stuk moeilijker. Maar ik ben heel benieuwd naar wat je erop gaat zeggen. En dus op een bepaald moment, je ziet daar dus een lichaam liggen en je weet dat is die mens, maar je kunt daar niet meer mee interageren. Ze nam altijd een kunstwerk mee naar haar kamer, de laatste periode eigenlijk. Dus dat stond daar ook op het moment dat ze dan naar intensieve zorgen moest. The 9 Smiling Faces of Healing noemt het, van Honoré Daud.
Ook met muziek bij. Ik kon dan zo Chinese kinderliedjes werden gespeeld. Ik vind het zelf eigenlijk nog altijd zo'n beetje creepy. Maar voor haar was dat een heel belangrijk en belangrijk kunstwerk. En haar vrienden hebben dat meegesmokkeld naar intensieve zorg. En dat stond daar dus. En dus dan zie je die heel klinische ruimte, zoals dat je ze net beschrijft, met allemaal spuitpompen en machines en blazen en cijfertjes en alarmen en piepen en dingen. Dat lichaam. En dan dat kunstwerk. En voor mij was dat zo mooi om dat te zien, omdat dat kunstwerk bracht weer die mens daar. Van, nee, dat is niet een lichaam dat hier ligt, dat is zij. En ik vond dat heel mooi en ik ben inderdaad wel benieuwd naar hoe dat jullie omgaan met die... Ja, dat, soms die communicatie en dat die mens weer zien achter dat lichaam. Dus de grote uitdaging bij ons is... Vaak heel technisch-medisch zijn er bijvoorbeeld iemand die beademd is, die heeft een buis hier of hier, en die kan al niet spreken, want die buis zit ofwel door de stemband ofwel onder de stemband, dus die kan niet praten. Is dan vaak ook zo zwak dat hij ook amper kan bewegen en heeft gedurende sommige episodes verdovende middelen nodig, omdat anders de therapie niet te verdragen is. We zijn daarin... Onze wetenschap over de voorbije 20 jaar is geëvolueerd. Vroeger was elke patiënt diep in slaap. Dat is niet meer zo. Dus... We maken iedereen zo rap mogelijk wakker en wallen die uit bed en we doen die bewegen omdat dat beter is voor die patiënt. Maar die... En dat is eigenlijk heel raar dat dat geen literair onderwerp nog nooit geweest is, want het is een van de meest, volgens mij, ingrijpende dingen die een mens kan ondergaan, is een zware kritieke ziekte, verlengd. En dat is... En ik wik mijn woorden met de vergelijking, want het is een hele zware vergelijking, maar... Bijvoorbeeld concentratiekampoverlevers hebben eigenlijk vergelijkbare, als we dat op het genoom zien, hebben eigenlijk vergelijkbare epigenetische veranderingen dan onze patiënten soms. Dus iemand die heel lang kritiek ziek is. Eigenlijk is dat iemand die geacht was om overleden te zijn. Dus die moest eigenlijk dood zijn. Er is een soort nieuwe tak van de geneeskunde ontstaan 30 jaar geleden. Die maakt dat die dat nu heeft overleefd. Dus dat acuut event is door. Dat duurt meestal maximum 1, 2, 3 weken. Soms wel langer, maar meestal niet. En dan heb je dus het herstel daarvan. En dat herstel is lichamelijk. Je lichaam is verwoest, dus dat moet echt van herstellen. Darwinistisch zijn we daar niet voor ontworpen. Wij weten ook in onze wetenschap niet goed van welke veranderingen die we zien, moeten we nu eigenlijk behandelen of niet. Maar ook voor je geest is dat. En dus bijvoorbeeld kunstwerken die door patiënten gemaakt worden over hun intensive care periode zijn hele donkere kunstwerken vaak. Dus die mensen hebben... wanen, hallucinaties, terwijl ze daar liggen. En dat is soms heel moeilijk om mee om te gaan, inderdaad. Omdat je weet dat die mensen soms wel wakker zijn en erbij zijn, maar soms ook niet. En dus ja, ik geef daar les aan, ook bij verpleging. En de zaak is altijd om die volledig te behandelen alsof die volledig wakker zijn. En ik heb zelfs één patiënt die een boek heeft geschreven. Ik heb dat nu ook verteld. Ja. Mevrouw Rita Franke heeft een boek geschreven, Buiten blijft het zondag. En die mevrouw had een ziekte van Guillain-Barré. En dat is eigenlijk na een virale infectie of een bacteriële infectie, een soort opstijgende verlamming. En in de meest extreme vorm is dat zelfs zo fel dat je alleen nog maar je ogen kunt bewegen. En dat duurt dan weken om van terug te komen. En dus typisch aan die patiënt is natuurlijk dat die wel wakker zijn. Want eigenlijk met hun hersenen is niks mis, alleen hun lichaam wil totaal niet mee. En dus die weet alles nog. Die wist alles nog over intensive care. En zelfs scènes en verpleging die ik herkende. Dus dat boek is zo prachtig en zo herkenbaar, maar ook voor mijn verpleging echt belangrijke leerstof om te zeggen van, ja, wij moeten niet over die patiënten en die draaien en dan vragen hoe dat ons weekend was en ons totaal niet richten aan die patiënt. En hetzelfde met de patiënt die dan verward is of in delier. Dat kan soms heel... Ja, bijna tragicomisch, maar dat kan soms heel grappig zijn, wat dat die uitkramen. Maar... En je kunt daar ook heel hard mee lachen ook. Maar dat mogen je dus juist niet doen. Je moet dus daar respect voor die persoon op elk moment bewaren. Zelfs al zijn die agressief tegen je, spuwen die, stampen die, want dat gebeurt ook. Of roepen die, of schelden die, of vertellen die totale nonsens. Dat respect voor die persoon moet daar altijd blijven. Maar dus de omgeving is kunnen zo vriendelijk mogelijk proberen te maken, maar hetgeen dat eigen is aan kritieke ziekte, het is gewoon een vorm van multiorgaanfalen. Ook de hersenen falen op een bepaald moment. En zelfs de meest stabiele persoon gaat falen en gaat er achteraf... Die gaan nooit meer dezelfde zijn, ook mentaal niet. Dus je gaat altijd achteraf daar iets aan... Kun je voorstellen dat over het soort praktijk waar we het nu over hebben, ja, dat zinvol kan zijn, ja, in zo'n proces? Ja, dat denk ik dus proces. Wel. In zo'n traject, post... En hoe stel je dat dan traject, voor? Ik stel me dat voor in de zin van uw perspectief terugvinden. Dus je bent heel veel op ziekte gericht. Je hebt ergens het gevoel gehad, ik heb iets heel
vijandig meegemaakt. En ik wil terug schoonheid leren kennen. Ik wil terug mijn perspectief op de wereld. En mijn, wat wij bijvoorbeeld aan familie vragen is, breng de wereld van buiten terug binnen. Ja. En spreek over kinderen, kleinkinderen, dit en dat. Maar ook literatuur is dan nog breder. Terug die blik op de wereld waar je vroeger stond, om dat eigenlijk te proberen terug te brengen naar... En natuurlijk is dat niet, lees hier die boek, nee, dan is alles opgelost. Hè. Dat zal niet zo zijn. Maar het is een beetje zoals ik de vergelijking maakte met de kine en de fysieke revalidatie. Het is dat, hè. Het is niet één kine-oefening die u zal helpen, maar gewoon dat doen en die mentale oefening maken, gaat u volgens mij, niet bij iedereen, maar bij een heel aantal mensen, een heel groot verschil. Maar het idee is dan van, je zei daarnet van, je laat het toeval eigenlijk een beetje ontstaan, maar je gaat dan wel op zoek, vanuit ons perspectief, naar bepaalde teksten die dat effect zouden kunnen teweeg. Je gaat vooral naar, denk ik, in het begin, want die mensen gaan ook... Dus daar is voorlezen wel nuttig, want die kunnen zich vaak heel lang niet concentreren. Dus die gaan niet kunnen lezen in het begin. Maar ik denk dat je in het begin de intreepoort moet zoeken. Dus dat je het zelfs niet te hoog moet zoeken. Dat je het eigenlijk redelijk laagdrempelig moet zoeken. En in heel eenvoudige teksten die misschien kort zijn, misschien zelfs gedichten eerder dan lange teksten. En dan geleidelijk aan... Dat verbreden. Wow. Daar geloof ik wel in. Net zoals dat wij moeten beginnen met de settings van de beademing één tikje af te bouwen om dat terug zelf ademen te leren. Zo moeten we eigenlijk aan die geest ook... Maar is het kan zijn dat ik de bal volledig verkeerd misla. Is het vergelijkbaar met wat men bijvoorbeeld doet bij dementiepatiënten of Alzheimer-patiënten, waar men zegt van, men gaat poëzie inzetten om de werking van de... Ja, behalve dat onze patiënten dan een dieptepunt hebben gehad en dan in principe daar terug uitklimmen in hun revalidatie. Ja, natuurlijk, een Alzheimer-patiënt is iemand die eigenlijk alleen maar gaat achteruit gaan, waar je de therapie gebruikt om zo lang mogelijk ze terug te trekken of ze toch iets te bieden wat dat hun nog iets zegt. Ja. Ja. Mm-hmm. Ja. Want de voorbeelden die we nu geven wel aan. Dat is een van de zaken waar Tessa en ik in het verleden ook al over gesproken hebben, ook voor het project dat we proberen uit te schrijven. Als de mensen van het BOF aan het luisteren zijn, we hebben een aanvraag ingediend. Waarbij het idee bij bibliotherapie is vaak van alle boeken zijn goed voor alle aandoeningen, bij wijze van spreken, waarbij je ziet van de voorbeelden die jullie geven, van het is echt wel specifiek verschillend afhankelijk van ziektebeeld naar ziektebeeld. Uiteraard. Ja, van mens tot mens. En van ik denk niet dat je Ulysses van James Joyce moet gaan beginnen voorlezen aan iemand die daar aan een beademingstoestel... Ik bedoel, lees dan een gedichtje van Toon Hermans voor, desnoods. Daar doet het niet toe. Maar zoiets wat binnenkomt. Je moet ook... Je moet ergens terug binnen geraken in dat brein dat helemaal verstoord is geraakt door die heel ingrijpende ervaring van verlengde kritieken. En hebben jullie het gevoel dat je dan de effecten daarvan zou zien ook? Ik ben daar zeker van dat we dat zouden zien. Ik denk dat we dat nog onze wetenschap is de voorbije 30 jaar bezig geweest met te zien hoe kun je iets overleven. En dus de survival rate van sepsis en van trauma. Dat is allemaal... Veel beterschap gaan we daar niet meer op krijgen. Maar nu is de vraag, hoe overleefde dat? Met welke kwaliteit? En hoe kom je daaruit? En hoe vermijden dat mensen na een jaar nog altijd posttraumatische stressstoornissen hebben en dat soort zaken? En dan zie ik het ook niet als utilitaristisch in de zin van... Dat is geen onmiddellijk effect dat je verwacht, maar het is een soort van hertrainen. Als je scans doet ook bij patiënten, dus hoe dat die hersenactiviteit naar beneden gaat op scans, je ziet dat dus echt. Hè. Je kunt dat dus echt wetenschappelijk zien, hoeveel dat naar beneden gaat en hoe dat ook terugkomt. En ik denk dat je daar, als je binnen geraakt, dat je dat kunt stimuleren om die bedrading... En als je de bedrading goed kunt leggen, mensen op de juiste manier te stimuleren, denk ik dat een kwaliteit is. Ja, dat soort onderzoek gebeurt ook wel. Hè, waarbij men dan inderdaad dat soort testen doet met teksten die voorgelezen worden van welke delen van het brein worden actief. Goed, ik had mij voorgenomen een kwartier per onderwerp. We zijn al een half uur over het eerste bezig. Dus ik ga eventjes, als jullie het goed vinden, naar mijn tweede onderwerp. We hebben het nu vooral gehad over effecten van teksten op patiënten, op mensen die een bepaalde ziekte hebben. Een ander aspect, en het is al aan bod gekomen bij wat Tessa vertelde, is ook van het effect ervan op dokters, het effect ervan op verplegend personeel enzovoort enzoverder. Het citaatje wat ik meegebracht heb, is, ik ga het niet voorlezen, want dat gaat ons te lang duren. Sommigen onder jullie zullen het intussen al gelezen hebben, is van Anatole Breuillard, een Amerikaanse criticus die een heel mooi essay geschreven heeft op een moment waarop hij zelf ziek was, waarin hij het heeft over, je ziet de titel, The Patient Examines the Doctor. Dus waar hij eigenlijk het omgekeerde doet en zegt van welk soort dokter moet ik eigenlijk hebben en wat zijn mijn vereisten voor een goede dokter. De idee bij hem is van, goede dokters zijn mensen die dat soort gevoeligheid hebben,
die in literatuur aangewakkerd wordt. Twee zeer algemene vragen. Wat vinden jullie daarvan? En is dat dan iets wat in opleidingen geneeskunde aan bod zou moeten komen? Ik ben overtuigd van wel, ja. Ik heb al een keer zo'n uitspraak gedaan en dat was nogal controversieel, maar ik ga ze dus weer doen. Maar ik ben er echt van overtuigd dat artsen die boeken lezen, beter artsen kunnen worden. Ik ben zeer genuanceerd. Ja. Dat zou ik zou het nog straffer doen. Ja, ja. Ah, wel, ik had het, toen had ik het straffer gezegd. Ja. Maar ik moet voorzichtig zijn in deze tijd. Ja. Maar natuurlijk, wat is dan heel moeilijk, is hoe gaat je bepalen of dat het boekenlezen een betere zorgverlener van u maakt? Of zijt je iemand die boeken leest, is dat dan ook iemand die meer empathisch is en al meer gehoor heeft naar andere verhalen? En leest je juist boeken omdat je daar al een gevoel voor hebt? En dat is denk ik heel moeilijk te onderscheiden. Ook in onderzoek dat je doet, gelijk nu, de studenten die zich ingeschreven hebben. Er was wel een student bij die toen, want we hebben toen Jane Davis uitgenodigd als smaakmaker om mensen wakker te maken. En Jane Davis is eigenlijk de oprichtster geweest, of is de oprichtster van The Reader. Dus dat is Liverpool heeft zij dat opgericht. En dat is eigenlijk, zij was prof literatuurwetenschappen, komt uit een heel arm gezin, veel armoede. Haar vader die was al heel snel uit de picture en haar moeder was alcoholverslaafd. En Jane was bijna voorbestemd om ook in die miserieklei te blijven steken. Maar zij vluchtte. Achter de hoek van de straat was er een bibliotheek en zij vluchtte daar naartoe en zij las boeken. En zo heeft ze zich eigenlijk uit die klei getrokken, zelf, via de literatuur. Is ze prof aan de universiteit geworden, maar na 10, 15 jaar heeft ze gezegd, aan de universiteit, sorry Jeroen, kan ik toch niet bereiken wat ik echt wil bereiken. En de kracht van literatuur, wat dat voor mij betekend heeft, heb ik niet op die manier kunnen doorgeven. Dus ik wil meer bij de mensen die het nodig hebben. Ik wil inderdaad die shared reading, die leesgroepen, waar ze ging voorlezen in gevangenissen, bij mensen in armoede, in ziekenhuizen, in rust- en verzorgingshuizen enzovoort, om via literatuur die mensen weer daaruit te trekken. Zij gaf dus die voordracht, de zaal, 500 studenten, ongeloof maar waar, muisstil. En er waren verschillende studenten daarna die ons mailden en die zeiden van het is geleden van het middelbaar dat ik nog een boek gelezen heb, maar ik ga onmiddellijk beginnen. Ik ben van de weekend gek naar de boekenwinkel. Dus je ziet zo'n... Dus er waren ook mensen bij die niet meer lazen. Want mensen vragen mij dat ik was. Allee, hoe ga je met je leven? Hoe slaag je daarom om nog zoveel boeken te lezen? Prioriteiten. Ja, het is dat. Ja. Je kunt Netflix kijken, 's avonds, of je kunt een boek lezen, of je kunt twee combineren. Dat is ook een mogelijkheid. Dat doe ik dan vaak. er elke dag wat tijd van maken. Ik lees de meeste boeken in mijn vakantie natuurlijk, net zoals de meeste van ons, denk ik. Maar elke avond een paar bladzijden lezen, zo kom je na een paar weken ook aan een boek. Hè. Ik ben er echt van overtuigd dat door boeken te lezen, dat je op een heel eenvoudige, niet-invasieve manier je inbeeld. Je moet er zelfs niets voor doen. Je leest gewoon dat boek en je zit in die personages. Je moet daar geen moeite voor doen. En die personages zijn zo divers, zijn zo anders dan hoe dat uw leven is, hoe dat uw achtergrond is. En door daar gewoon te lezen, passief, dat klinkt misschien niet goed, want lezen is niet zo passief, maar fijn, je moet echt niet veel moeite doen om je in te beelden hoe dat het is om die persoon te zijn. En je merkt dat waarschijnlijk zelf ook. Soms lees je een boek en dan die hoofdpersoon is eigenlijk de grootste eikel ter wereld, maar toch zit je mee te supporteren. En dan denk je, wat is dat nu? Ik ben in u aan het duimen dat op die manier of op die manier... En je leert inbeelden wat het is om iemand anders te zijn. En als er dan een patiënt voor u zit en je hebt tegen die patiënt gezegd, kijk, we gaan die therapie starten en dan gaat die bijwerkingen hebben. En het is heel belangrijk dat je dat elke dag neemt, want als je dat een keer overslaat, dan kan die ziekte daar resistent aan worden enzovoort. Je legt dat uit. En dan blijkt, door een bloedafname dat je doet, waar je die concentratie in het bloed bepaalt, dat die medicatie niet neemt. Dan kun je zeggen, allee, waarom neem je die medicatie niet? Ik heb je dat nu toch uitgelegd. Waarom? Hè? Of je kunt zeggen,
ik merk dat je medicatie niet neemt. Hoe komt het? Waarom? Hè? Mm. En dan, dat is een andere manier van daarmee omgaan en gaat daar veel meer toe, mee bereiken. Ik had onlangs een patiënt die getransplanteerd was en die zei, normaal moet ze een jaar een bepaalde medicatie geven ter preventie van infecties. En die zei, ik neem dat eigenlijk niet meer. Al 2 maanden. En ik heb toen gezegd, om te beginnen ben ik heel blij dat je mij dat zegt. Want dat is denk ik ook heel belangrijk in een arts-patiëntrelatie. Juist dat vertrouwen bouwen, dat mensen het u zeggen als ze iets niet doen, als ze iets niet nemen. Of dat probeer ik ook bijvoorbeeld altijd naar alternatieve medicijnen enzovoort, of kruiden of dingen te zeggen van kijk, ik sta voor alles open, maar zeg het mij. Dan kunnen we erover praten. Dan kunnen we... Dus die ruimte creëren is één ding, maar ook dat inlevingsvermogen dat je als arts hebt om te proberen die mens te leren kennen, die mens te lezen en te snappen ook waarom dat die bepaalde dingen doet en niet doet enzovoort. Dus ik ben daarvan overtuigd en ik denk ook dat we dat moeten integreren in de opleiding. Maar ik ga de vraag ook aan Geert stellen, maar er iets aan toevoegen. Je sprak over prioriteiten stellen. Natuurlijk, als je gaat praten vanuit mijn positie, met bijvoorbeeld de opleidingsverantwoordelijken in de faculteit geneeskunde, dan verwacht je dat die onmiddellijk gaan zeggen, ja, maar goed, wij moeten ook prioriteiten stellen. En dan is de kennis van het... van alle organen enzovoort, iets belangrijker dan het lezen van die fictie. Zien jullie mogelijkheden om dat te doen? Er zijn 2 dingen aan geneeskunde. Je hebt de techniciteit van je vak en dat moet je kennen. Dus een chirurg moet goed kunnen opereren. Dat mag dan de geweldigste boekenlezer zijn, maar als die niet kan opereren, ja, dan heb je daar ook niet veel aan. Dus je hebt de techniciteit van je vak, maar je moet ook weten wanneer je vak gaat inzetten. Dus je moet kunnen peilen naar de persoon die voor je zit van is de oplossing die ik te bieden heb iets voor die. En dus 1 aspect is effectief. In hoe meer levens dat je hebt al kunnen inbeelden, hoe meer patiënten dat je gezien hebt, en literatuur helpt je daar ook, er zijn nog meer levens waar je kunt inbeelden, hoe meer dat je in de plaats kunt zetten van die persoon en daar ergens voor de beste oplossing te zoeken. Dat is 1 ding. Maar een 2e ding is talige intelligentie. En talige intelligentie is iets wat zeer gevoelig is en in een gesprek iets dat gezegd wordt of niet gezegd wordt, of hoe komen we daarachter? Want mensen gaan niet altijd letterlijk zeggen wat ze willen. En misschien stel je op een bepaald moment iets voor en hebben ze het gevoel, ja, ik ga daar misschien niet mee, want als een dokter dat vindt, dan wil ik dat eigenlijk ook. Maar eigenlijk willen ze dat dan niet. Hè? Dus dat soort subtiliteit hebben talige intelligentie voor nodig. We zijn in de geneeskunde hebben we op een bepaald moment een ingangsexamen ingevoerd en we hebben dat ingangsexamen gericht op kennis van biologie en van uw wiskunde. En je kunt eigenlijk bijna niet meer aan geneeskunde beginnen als je niet in je middelbare een richting hebt gehad met heel veel wiskunde en heel veel wetenschappen. Iemand die Grieks-Latijns heeft gedaan, die kan het eigenlijk al schudden. Die raakt nooit meer door dat ingangsexamen. Terwijl dat een soort... En ja, daar zit nog ergens een psychologische test bij, maar dat is niet hetzelfde. En dus ik vind dat jammer dat we dat soort brede opleiding niet meepakken. Want ik denk, dat hoeft niet noodzakelijk in de opleiding te zitten in de zin van ja, een breed... Je kunt niet aan iemand zeggen, ja, we gaan u literatuur geven en dan ga je de rest van je leven boeken lezen. Dat gebeurt niet. Mensen gaan dat niet doen. Maar je kunt wel in je selectie breder gaan, waardoor je ook mensen aantrekt die niet van dat exact wetenschappelijk profiel zijn. Of die een beetje van de 2 hebben. En dat vind ik persoonlijk het jammere, denk ik wel, dat we daar die cultuur misschien geleidelijk aan het kwijtspelen zijn. En dat we, het woord utilitaristisch nog gebruiken, en dat we bijna in onze selectie van artsen utilitaristisch zijn geworden van, ja, oké, als we die veel wiskunde wetenschappen, dan gaan die er meer door zijn. En dan is die dure opleiding minste verspild aan een aantal Charles die toch maar in tijd boeken zit te lezen. Maar dat is misschien wel jammer. En er zijn misschien wel artsen van de 2 nodig. Hè. Je hebt misschien wel ergens de soort manager van de patiënt nodig die heel goed kan vertalen wat zegt die patiënt. En er mogen er perfect zijn met een 100% technisch profiel die gewoon keigoed zijn in hun job. En ik heb er zo heel veel die ik enorm waardeer, want van het minst dat je iets hebt, kunnen die vragen en die lossen dat op. Maar je hebt zo'n beetje van de 2 nodig. En ik denk dat peilen... Ja, ik denk dat kunnen peilen naar wat iemand wil, dat wordt alsmaar moeilijker. Want we hebben het al gehad over gepersonaliseerde geneeskunde, gaat alsmaar complexer worden. En ik moet eigenlijk... En wij stellen dat vaak, dat soort vragen vanuit ons standpunt. Wat wilde jij nog dat ik doe? Bij mij is het dan, wilt hij nog beademd worden? Wilt hij nog aan de niervervangende therapie? Wilt hij nog... Weet die patiënt veel? Die weet helemaal niet wat dat inhoudt, aan de beademing hangen. Ik moet als arts kunnen peilen, wat voor iemand ben jij? Wat voor een persoon ben jij? Wat voor... Soms kan ik het niet rechtstreeks aan de patiënt vragen, maar aan de familie. Ja. Ik wil weten, hoe stond die persoon in het leven? Wat voor waarden had die? En bij de ene persoon kan het dan
heel nuttig zijn om te zeggen, ja, we gaan toch nog voor die beademing, want weet ik veel wat, die wou nog de geboorte van zijn kleinkind meemaken. En al is dat dan maar aan de beademing, dan is hij 3 weken verder, dan is dat dat. Terwijl voor andere mensen zijn dat heel andere overwegingen die een rol spelen. En dat soort dingen kunnen peilen, ja, daar komt niet met wiskunde wetenschap of met uw techniciteiten van uw vak. Dus het is wat men in de Anglo-Saxische wereld narrative medicine noemt. Ja. Dus inderdaad, en waarvan de vraag dan is, van, zien jullie mogelijkheden om dat soort zaken in de programma's te krijgen? Of is dat iets wat dan als een soort van specialisatie er nog bovenop moet worden? Ik vrees een beetje dat soort dingen dat in keuzevakken belandt. Maar ik weet ook niet goed om dat zo op te leggen in een vak. Het gaat ervan afhangen, dat gaat een hele goede docent moeten zijn, zoals dan die persoon dat is, dat daar van die 500 man effectief, al is er maar 100, ineens een boek pakken, dan hebben we een ongelooflijk succes geboekt. Dus dat gaat heel veel afhangen van een begeesterende figuur die liefde voor literatuur, zoals dat wij in Humaniora allemaal, kijk hoe leraars Nederlands hebben gehad, anders zaten we hier nu maar dan wel. De mijne zit in de zaal. ja, die van mij niet. Ja. Maar dan wel dat soort, laten we zeggen, onderwerpen bieden om die vaardigheden waar je het daarnet over had aan te bieden, eerder dan kennis van de literatuur. En het niet te concreet pakken. Niet zeggen van, we gaan u nu eens leren hoe literatuur van u een betere dokter zal maken in 10 lessen. En ik denk daarin dat het ook bijvoorbeeld heel belangrijk is dat je ambassadeurs hebt die de fantastisch goede geneeskunde geven en doseren, maar die er wat literatuur en kunst inbrengen. En dat dat nog belangrijker is. Ik probeer dat bijvoorbeeld ook altijd zo... dat gaat dan over celtherapie. En dan zet ik daar een kunstwerk in. En dan door middel van een mooie schilderij van Cain en Abel om de fratricide, is dat dan in het Engels, dus de broedermoord, waarbij de afweercellen elkaar gaan aanvallen, aan te tonen. En dan denkt je, het is een andere manier om het te tonen. En ze hebben toch weer een flavor van die kunst gehad. En ze gaan misschien er een keer naar zoeken. Of ze gaan of je toont een citaat. Je begint met een citaat uit een boek dat inspirerend kan zijn. En zo steekt eigenlijk die kleine, dat laagdrempelige, die kleine zaadjes die je zo plant, waar je dan hoopt dat er een paar van ontschieten. Ja, ik heb nog een citaatje. Ik ga het opnieuw niet helemaal lezen, want de tijd begint te lopen en we gaan een klein beetje over tijd gaan, maar ik weet niet of er mensen in het publiek zijn die dat erg vinden. Ik heb zo'n buikgevoel dat zegt van, dat valt wel mee. Ze mogen vertrekken. We gaan 10 jaar, we vinden het 10 jaar. De deur staat open. Het is dat, het wordt opgenomen, maar u mag gaan. Maar het citaat uit het boek van Gawande, hij verwijst onder andere in dat hij in zijn opleiding eigenlijk ook op zoek was naar dat soort zaken. En hij zegt ook van, ik ben eigenlijk in mijn opleiding 1 keer in contact gekomen met de ervaring, het fenomeen van sterfelijkheid, door een kort verhaal van Tolstoj te lezen. Ja. De dood van Ivan Iljitsch, wat de tekst is die vaak genoemd wordt in die context. Hier ziet u de kaf, dat is de tekst der teksten die men in vele cursussen literatuur en geneeskunde dan ook gaat lezen, omdat dat gaat over een patiënt waarbij je als het ware iets meemaakt wat je in het echte leven niet kunt meemaken. Ja. Namelijk, wat voelt die persoon op het moment, in de laatste momenten uiteindelijk. Oké, ons derde onderwerp. En daar heb ik een citaatje meegebracht van... Er verschijnen de laatste tijd redelijk veel boeken. Ik zou ze niet bibliotherapeutische boeken noemen, maar dat zijn eigenlijk memoires van mensen die zelf iets meegemaakt hebben, een ziekte gehad hebben, en die vertellen over hoe het lezen van literatuur hen er... Ja, ik weet niet welk woord ik moet gebruiken, er bovenop heeft gebracht, hen tot nieuwe inzichten heeft gebracht, die hen in staat stellen om er beter mee om te gaan, enzovoort enzoverder. Het is een voorbeeld, een citaat uit een mooi boek van een jonge vrouw die sinds haar 15e aan anorexie leed en die op een bepaald moment eigenlijk een klik in haar hoofd gemaakt heeft door boeken te lezen waarin scènes voorkwamen waar mensen aan het eten waren. En ze vertelt daarover onder andere in dit citaat. Ik ga het niet helemaal lezen, u kan het bekijken. En er zijn heel veel voorbeelden van dat soort boeken. En dan stel ik mij de vraag, ook als literatuurwetenschapper, jullie als dokter, van... Wat is dat nu toch? Wat is dat mechanisme? En hoe kunnen we dat mechanisme omschrijven? In onze projectaanvraag had ik de ongelukkige voorzet gegeven van laat ons onze project genezend lezen noemen. En zowel Zoe als Tessa... Dus ik was meteen in de minderheid. Ik dacht van... zeiden van, nee, dat gaat niet. Genezend lezen, dat is niet goed. Dat is te sterk. Dat is te sterk, ja. Dus we hebben er dan helend lezen van gemaakt. Het,
Het proces ja. van... Nu gaat Tessa uitleggen wat het verschil is. Nee, maar het proces van, het van tot inzichten te komen in iets, in om te even wat, zowel in het dagelijks leven, dat is ook heel weinig gekend. Hè. En zeker waar dat dan biologisch zou zitten, is ook heel weinig gekend. Ik denk dat bij mijn patiënten, die vertrekken natuurlijk van een soort bedrading die helemaal stil ligt en je kunt dan beginnen herbedraden. En ik denk dat je dan wel door de juiste kanalen te stimuleren, daar wel kunt komen. Nu, iemand die zware anorexia heeft, die hebben ook, dat heeft ook zijn impact op de hersenen. Hè? Dus die nutriënttekorten hebben ook wel echt impact op hersenen en op hersenactiviteit. En dan is het wel heel boeiend om te zien dat zo iemand echt kan beschrijven. Oké, wij noemen dat een case report, dus dat is geen evidence, maar het is toch een interessante casus omdat ze het dan zo mooi beschrijft. Die dan zegt, ja, ik heb dan een tekst gelezen en op alle manier iets wat waarschijnlijk de 100 psychologen en haar ouders en iedereen en alle therapeuten die ze onderweg al gezien hebben, haar niet hebben kunnen bieden. En toch ergens ook omdat alle inzicht uiteindelijk vanuit onszelf komt. Hè. Iets wat iemand anders u vertelt, komt en dan komt er een soort herkenbaarheid in die ze daar dan ergens moet in gevonden hebben. Die daar ergens de juiste sequentie van neuronen heeft geraakt om te zeggen, ja... Oké, zie me hier zitten. En de klemtoon is voor een deel, als ik het boek las, komt neer op wat je zelf zegt. Ze zegt op een bepaald moment, ik weet niet wat in het citaat staat dat ik meegenomen heb, van die boeken beoordelen mij niet. Ja. Ze veroordelen mij niet. Zijn, mijn familie geeft mij het signaal om. Of die maakt zich zorgen, dat boek maakt zich ook geen zorgen over u, of dat je gaat doodgaan van de honger. Dus het kan ook voor het eerst het gevoel van, het kan uit mijzelf komen. Ja. Het is het boek dat mij de voorzet geeft, maar ik beslis er zelf over. Ja. Is blijkbaar een belangrijk gegeven daarin. Ja. Maar genezend en helend, Tessa. Om mij nu voor goed te overtuigen. Ja, ik ben natuurlijk geen taalkundige, maar ik vind dat dat een andere nuance heeft. Genezen, ik ga bijvoorbeeld nooit als hematoloog zeggen, je bent genezen. Ik ga dat woord nooit uitspreken. Want dat wil zeggen, de ziekte gaat zeker nooit terugkomen. En dat zou ik liegen, want dat kunnen we nooit garanderen, spijt genoeg. Ook al denk je, nu is de kans, ik zeg wel, de kans gaat altijd maar verkleinen en gaat heel, heel klein worden, maar ze gaan nooit nul worden en we gaan u daarom ook levenslang blijven opvolgen. Dus genezen is voor mij zo echt is gelijk aan... Het komt allemaal in orde. Ja. En dat vond ik wat te straf. Helen is, eigenlijk is dat ook een beetje een heelmeester, geneesmeester. Dat is misschien wel taalkundige synoniem, maar ik vind toch dat het een andere nuance heeft en dat het een helende werking hebben kan ook niet genezend zijn. En dan denk ik, hebben we het hier ook over zorg voor de ziekte en zorg voor de mens. En dan denk ik dat inderdaad die zorg voor die mens soms echt... misschien nog belangrijker kan zijn dan medicamenten die je voorschrijft. Het erkennen dat er iets is, dat er geluisterd wordt. Ik las, zijn naam ontsnapt mij, maar dit weekend stond er een artikel in de krant over een auteur die het geschreven heeft over Prins Charles en de alternatieve geneeskunde. Hij is zelf homeopaat geweest en heeft dan een leerstoel in Exeter gehad rond homeopathie. Hij is dan echt dat ook gaan bestuderen. En dan vond hij dingen die ze natuurlijk niet zo tof vonden, de houders van de leerstoel. En dan hebben ze hem, onder andere Prins Charles, heeft hem dan buiten gegooid. Maar hij zegt ook, hij is zeer genuanceerd, dus ik vond echt wel heel goed hoe dat hij dat vertelde. En hij zegt ook, kijk, homeopaten zijn wel ook mensen die... wel luisteren naar de patiënt. Hè. En dat zijn vaak mensen die inderdaad bij artsen geweest zijn van de een naar de ander. Je hebt niets, het zit allemaal in je hoofd. Het is niets. En dan gaan ze bij zo'n arts en die luistert dan. Hè. Dus ik denk dat dat ook iets is dat we als artsen van de traditionele geneeskunde ook soms vergeten van... we hebben zoveel medicatie en zoveel fantastische therapieën enzovoort, maar... Het moet toch echt beginnen met naar die mens te luisteren. En gelijk dat je daar juist ook zei, je moet proberen... Voor jullie is dat dan nog een grotere uitdaging. Dat is voor pediaters ook, denk ik. Hè? Ja. Omdat een kind kan het ook vaak niet zeggen. Dus bij ons is dat nog redelijk eenvoudig. Nou, het is ook niet eenvoudig, maar het zijn alleszins wel patiënten waar je perfect mee kunt communiceren. Maar ook daar inderdaad die body language ook leren zien. Hè? Dat is zo... iets dat ik mij soms ook in mijn opleiding soms heb over verbijsterd, dat ik dan als stagiair daarbij stond of als studentje van... En je ziet die mens
fronsen, dingen. Je ziet van, die is niet mee, die stelt zich enorm veel vragen, maar dat wordt niet op ingegaan. En dan gaat hij een arts buiten en dan denkt van, heeft hij nu echt niet gezien dat hij nog vol vragen, dat hij helemaal niet mee is in het verhaal. En dat is denk ik iets wat dat heel belangrijk is en waar dat inderdaad ook literatuur en kunst en zo kan helpen om die weg naar die mens te vinden. Ongevoeligheid. Ja, en die connectie te maken met de mens en daar dan te proberen inderdaad samen tot een therapiekeuze te komen die misschien niet de therapie is die het langst gaat doorleven, en die, maar dat voor die persoon de beste therapie is. En de beste, of is, misschien is dat ook geen therapie meer, dat kan. En daar denk ik kan ja, kunst bij helpen. Naast natuurlijk het gevoelig zijn voor bepaalde ja, weet je, fronsen, lichaamstaal. Maar ook het leren kennen en het herkennen in een verhaal dat iemand vertelt van... Ja, weet je, die fijne dingetjes, ja. Dat je zegt, hier ja, is het... Wat je net zei, van, als patiënt ook uw arts leren kennen, dat is eigenlijk een manier waarop we er vaak niet naar kijken. Omdat we denken dat die arts alle oplossingen heeft en die heeft alle kennis en dan als patiënt... Terwijl die arts heeft ook bepaalde gevoeligheden, ook bepaalde vooroordelen, ook bepaalde gemakkelijkheidsoplossingen waar hij soms kan ingaan. En als patiënt moet ook uw arts kunnen lezen van ja, maar waarom stelt hij dat eigenlijk voor? Je moet als arts uw patiënt lezen van wie heb ik hier voor mij en wat is het beste, maar misschien omgekeerd ook. Maar als patiënt misschien probeert te lezen van ja, maar waarom stelt hij dat eigenlijk voor? Is dat, denkt hij dat hij mij daarmee plezier doet? Want misschien is dat helemaal niet zo. Want je hebt het omgekeerde ook vaak. Hè. Ik heb heel veel patiënten die dan uiteindelijk op intensieve belanden. En dat je dan zegt, ja, maar hoe kan deze nu? Dat is eigenlijk een soort terminaal stadium waar je in zit. En waar dan, waarom is u dat allemaal nog niet aan? Waarom heb je niet eerder gezegd van, ja, ik wou dat eigenlijk al lang niet meer, maar ik durfde dat niet zeggen. Omdat ik denk dan, ik ga dokter D of professor X, die gaat echt teleurgesteld zijn in mij als ik nu opgeef. Heel veel patiënten zeggen dat. Hè. De dokter gaat teleurgesteld zijn in mij als ik die volgende therapie niet pak. En dus dat wederzijds elkaar leren lezen, en we hebben het dan over lezen, en dat is denk ik heel bewust dat woord bestaat, dat we een mens kunnen lezen, net zoals zeggen, een boek kunt lezen. Dat denk ik dat een vaardigheid is die aan de twee kanten, eigenlijk zou er geen twee kanten mogen zijn, want je bent voor hetzelfde doel aan het gaan, die aan de twee kanten heel nuttig is. Maar ik denk dat wel vanuit mijn expertise als literatuurwetenschapper, wij leggen er voortdurend de klemtoon op van... dat literaire teksten van alles en nog wat kunnen betekenen en dat het leuk is om te kijken naar alle mogelijkheden. Maar jullie moeten wel een beslissing nemen op een bepaald moment. Ja, tuurlijk. Er is op een moment, zeggen we beademen of niet beademen, chemo of geen chemo, dat is altijd een soort binaire uitkomst. En iets niet beslissen is ook een beslissing. Ja. Dus je zegt, we beslissen het niet, dan neemt u ook de beslissing. En ook wij kunnen als literatuurwetenschappers doen aan wat men dan noemt slow reading, zeer traag, maar jullie hebben ook niet altijd de tijd om... Nee. Het moet ook vaak snel gebeuren. Ja, inderdaad. Ja, dat klopt. Ja. Ja, en er bestaat ook geen perfecte oplossing. Ik bedoel, elke casus, net zoals dat elk boek uw leven verrijkt, verrijkt ook elke patiënt uw leven voor een stuk. In de zin van, ja, je leert weer een andere situatie kennen, een andere familie, een andere manier om in het leven te staan, een andere culturele achtergrond, een ander intellectuele niveau. En ja, daar word je beter van. Ja, elke patiënt is een nieuw boek. Ja. Ik kan nog eventjes twee kaften tonen voor de mensen die van een aantal voorbeelden die we gegeven hebben. Dus wat onthouden we voorlopig allemaal al? Het is belangrijk om dat soort zaken in een opleiding te krijgen, maar het zal niet gemakkelijk zijn, dat heb ik begrepen. Maar we gaan toch het gesprek proberen te voeren. Al twee universiteiten. Ja, nu moet ik bij ons nu de keuzevakken begin ingeven. Ik zou nog moeten naasten om me voor te stellen. Waarvan toch minstens één grote universiteit ook. Dus in dat opzicht... Is dat. Afrondend had ik aan Geert en aan Tessa ook gevraagd om eens na te denken over welke literaire ervaring, welke lectuur van een tekst heeft voor jullie ooit een helend, therapeutisch, ik kan niet genezend zeggen, maar helend effect gehad. En willen jullie bij wijze van afscheid... Maar de mensen, we hebben nog tijd straks voor een aantal vragen, dus als jullie met vragen zitten, dat kan nog, maar we gaan eerst misschien... eventjes luisteren naar twee fragmenten, of misschien als meer, we zien wel. Ik vond het een heel moeilijke vraag. Ik weet niet of dat je het ook moeilijk vond. Ik vond het ook een heel moeilijke vraag. Een helend effect.
Ik heb ongelooflijk veel boeken gelezen. Ik heb ongelooflijk veel boeken graag gelezen. En ik heb eigenlijk in... Vaak lig ik wakker s'nachts, helaas. In een wacht gebeurt dat dan al een keer vaker, wat dat dit weekend of zo was. Als u wakker bellen en dan geraakt u niet onmiddellijk in slaap. En het is eigenlijk in een nacht dat ik zo dacht van... Ja, wat kan helend zijn? Ik ben iemand die... heb het daar juist gezegd, de meest actieve. Er is wel iets van... Dus ik kan heel moeilijk stilzitten, heel moeilijk tot rust komen. Ik had bijvoorbeeld ook altijd van jongs af, mijn ouders kunnen dat bevestigen, altijd een boek mee. Want je kunt nooit weten dat er een keer een doodsmoment... En dan ja, gaat het daar toch niet gewoon zitten. Hè? Je moet dan toch tenminste een boek lezen. Ik betrap er mij zelfs op dat ik ook in mijn boeken lezen en boeken wil, dat ik soms daar ook die snelheid heb, zo die gejaagdheid van... Ik moet zorgen dat ik voldoende boeken kan lezen en dan snel lezen en god in boek gaat dragen. En dan denk ik, kerel, jong, doe een keer normaal, lees een keer rustig. En dan heb je boeken die gewoon doen vertragen. Die je gewoon niet snel kunt lezen. Dat gaat gewoon niet. Zo heb ik er twee. Ja, ik kan nooit kiezen. Dus ik heb er twee, maar ik ga het kleinste nemen. Het is een heel klein boek. Maar ik weet niet of jullie dat kennen. Dat is een reeks van Oorschot. Een wandeling. Ik denk dat er ondertussen al een achttal boekjes van uit zijn. Van heel mooi allemaal. En het gaat telkens over wandelingen, over de natuur vaak. Het is eigenlijk in de COVID uitgebracht naar aanleiding daarvan dat mensen plots de geneugten van het wandelen, de gentle art of tramping, leerden kennen. Of meer leren appreciëren. Dit is een boekje Je keek te ver van Marjoleine de Vos. En dat vond ik wel een mooi voorbeeld. Nu, ik ga eerst een klein stukje lezen met een gedicht bij. Misschien zouden we op de lagere school ook nog een ander soort leesles moeten krijgen. Landschapsleesles. We hebben al boeken lezen, patiënten lezen. Dit gaat over landschappen lezen. Of misschien zou iedereen om te beginnen een gedicht van Willem van Toorn uit zijn hoofd moeten leren, waarin hij aan het landschap het menselijk bestaan ziet. Het gaat zo. Tussen wolken en aarde de tekens. Dit waren wij, zijn wij. Kijk maar. We graven land uit het water, stapelen stenen tot torens. Onze blik laat geen ruimte met rust. Aan de rafelige rand van ons blikveld raakt het oog nog vluchtig verleden. Het scheve hek, de vergeten wan in de graanschuur, het muntgeld met het scheepswrak mee opgegraven, de gebroken boog van de brug. We zijn hier maar even, een onrust die tast in de stilte naar taal, een wet om angst te beheersen. Lees maar. We hebben bestaan. En dan vertelt ze een verhaal over een wandeling. Dus ze woont daar in Groot-Groningen. Heel mooie natuur. Ik had ook altijd goesting aan het lezen van die boekjes om daar te gaan wandelen. Maar dat is er nog niet van gekomen. En onder andere over een landschap waar dat ooit een kerkje stond. Maar dat kerkje is er nu niet meer. Maar als je weet dat dat kerkje daar ooit gestaan heeft, dan ja, zie je dat daar ook wel een beetje staan. Of die stempel die dat kerkje ooit heeft gehad in dat landschap. Daarover vertelt ze dan verder. Natuurlijk mag er wel wat veranderen. De mensen hoeven nu ook weer niet de hele tijd respectvol naar een eeuwenoud prilletje te staan zitten kijken. Ze moeten ook wonen en autorijden en naar de spar kunnen gaan en mais verbouwen en een makelaarskantoor opzetten. Maar het lezen hebben we verleerd. En wie het landschap niet leest, die ziet niets wat in stand gehouden moet worden. Die zit te kijken als een kip naar het onweer, als hij iemand hoort zeggen, zoals ik het laatst hoorde, dat je in het rijdiepgebied nog oude diepjes kunt zien kronkelen, die dezelfde loop hebben als toen het water nog vrij het land instroomde. En dat je hart opspringt als je zoiets ziet. Hun hart springt helemaal niet op. Ze zien ook geen kronkelend diepje. Ze zien een slootje als zoveel. Gaap. En op een dag staat er een bord van het Groninger Landschap of een andere prijzenswaardige vereniging naast dat ogenschijnlijke slootje dat zegt: dit is geen slootje, beste fietser. Dit is een kronkelend diepje en het is heel bijzonder. Daarom is het fijn om iets te weten, hoe weinig ook, zodat het oude landschap enigszins te lezen blijft. Met de vinger wijzen en zeggen: kijk daar. Daar waar je niets ziet, daar is heel veel te zien.
daar woonden mensen. Die hebben bestaan, die bouwden, die leefden, die sliepen, die wandelden over die merkwaardige kronkelwegen, die schreven elkaar en die stierven hier op zo'n wierde. Nergens in Nederland staat er zoveel geschreven als hier. Wie zijn leesbril opzet, ziet meer in het landschap. Sporen en tekens, het wordt allemaal mooier onder de grote, de wisselende, de wijde Groningse lucht. Voilà. Mooi. Klein maar fijn. Ik kan niet zo mooi voorlezen. ik heb een tekst in het Engels mee, waarvoor mijn excuses voor degenen die dat lastig vinden. Maar ik wil er... Het is een stuk uit een boek van Graham Greene. En ik lees enorm graag Graham Greene. Dat is zo'n beetje een onderschatte auteur, omdat hij zo altijd wel wat in het hoekje van de spionageromans wordt geduwd. Maar dat zijn eigenlijk heel doorwrochte karakters in die boeken, die eigenlijk heel begrijpelijk zijn, die vaak in abnormale situaties zitten. En het stukje dat ik ga lezen, want het is een boek dat heet Het Burnt-out Case. En dat gaat over een architect die heet Quarry. Heel beroemde architect, die vooral gekend is omwille van religieuze gebouwen dat hij zet. En die is op een moment zijn leven totaal beu. En dus die trekt naar Congo, naar het midden van de jungle, naar het verste dat je kunt gaan, waar de weg stopt, om daar in een katholieke leproze kolonie zich te gaan proberen nuttig maken. En hij raakt daar in alle soorten intriges verwikkeld, dus dat is later in het boek. En dus hij komt daar dus ook een arts tegen, die, ondanks het feit dat hij een katholieke die atheïstisch is, maar die dus die leproze verzorgt en die hem vergelijkt met een ex-lepra-patiënt bij wie de ziekte is uitgebrand. Dus burnt out, dus die nog met de restletsels en de stompen moet zitten. En hij zegt, ja, jij bent eigenlijk ook, maar dan geestelijk, zo iemand uitgebrand. En ik vond dan... Dus, ja, als je dat boek leest, want er gebeurt ook van alles, er is dan ergens ook een getrouwd koppel en die vrouw waar het niet goed gaat, die vrouw heeft problemen met haar man en eigenlijk probeert iedereen wijs te maken dat ze een affaire heeft met die Quarry. En dus hij is daar zo'n beetje het slachtoffer van, omdat hij die tegelijk wil in bescherming nemen. Maar vooral dat op het einde van de wereld ergens toekomen, zeggen van ik laat alles, ik denk dat we dat allemaal soms wel eens hebben. Waar je ook zit, dus je hebt op een moment het gevoel van ja, ik kan iets, ik heb een zeker succes bereikt en wat heeft dat eigenlijk voor betekenis? En ja, kan ik dat gewoon allemaal achter mij laten en gewoon ergens terug helemaal opnieuw beginnen? En daar... Maar hij gaat daar eigenlijk echt naartoe om te eindigen. En dus het stukje dat ik ga lezen is eigenlijk het eerste gesprek een beetje tussen die een arts en Quarry. En waarin dat Quarry eigenlijk zegt, ik wil mij nuttig maken en die een arts probeert te peilen, ja... Maar wat kun je eigenlijk? Wie zeg je eigenlijk? En hij wil dat niet loslaten. Dus hij wil eigenlijk niet dat ze daar weten dat hij bekend is. Uiteindelijk wordt dat wel bekend in het boek, maar hij wil dus niet dat ze weten wie hij was. En dus begint met Quarry, die dus aan de arts vraagt... You are very short-handed, aren't you, for dealing with 800 people? Dus 800 patiënten en je zit toch maar met weinig volk. En de dokter zegt, yes. If I could be of any use to you, I know I'm not trained... But you will be leaving soon, won't you? I have no plans. Have you any knowledge of electrotherapy? No. You could be trained if you were interested. 6 months in Europe. I don't want to return to Europe, Quarry said. Never? Never. I'm afraid to return. The phrase sounded in his own ears melodramatic, and he tried to withdraw it. I don't mean afraid. I just know, just for this reason and that. The doctor ran his fingers over the patches on Charles' back. To the unpracticed eye, the child looked perfectly healthy. This is going to be a bad case, Dr. Collins said. Feel this. Curry's hesitation was no more perceptible than the leprosy. At first, his fingers detected nothing, but then they stumbled on places where the child's skin seemed to have grown an extra layer. Have you no kind of electrical knowledge? I'm sorry. Because I'm expecting some apparatus from Europe. It's long overdue. With it, I will be able to take the temperature of the skin simultaneously in 20 places. You can't detect it with your finger, but this nodule here is warmer than the skin around it. I hope one day to be able to forestall a patch. They're trying that in India now. You're suggesting things too complicated for me, Quarry said. I'm a man of one trade, one talent. En nu komen we er dan, hè. What trade is that? The doctor asked. We are a city in miniature here, and there are few trades for which we could not find a place. He looked at Quarry with sudden suspicion. You're not a writer, aren't you? There's no room for a writer here. We want to work in peace. We don't want the press of the world discovering us as they discovered Schweitzer. I'm not a writer. Or a photographer.
The lepers here are not going to be exhibits in any horror museum. I'm not a photographer. Believe me, I want peace as much as you do. If the boat had gone any farther, I would not have landed here. Then tell me what your trade is and we will fit you in. I have abandoned it, Query said. A sister passed on a bicycle, busy about something. Is there nothing simple I can do to earn my keep, he asked. Bandaging. I've had no training there either, but it can't be difficult to learn. Surely there has to be someone who washes the bandages. I could release a more valuable worker. That's the sister's province. My life here would not be worth living if I interfered with their arrangement. Dat is zo, mocht nooit met de zusters interfereren. Are you feeling restless? Perhaps next time the boat calls, you could go back to the capital. There are plenty of opportunities in Luc. I'm never going to return, Query said. In that case, you had better warn the fathers, the doctor said with irony. He called to the dispenser. That's enough. No more this warning. While he washed his hands in spirits, he took a look at Query over his shoulder. The dispenser was shepherding the lepers out, and they were alone. He said, are you wanted by the police? You don't need to be afraid of telling me or any of us. You will find leprosy just as safe as a foreign legion. No, I've committed no crime. I assure you, there's nothing of interest in my case. I have retired. That's all. If the fathers don't want me here, I can always go on. You've said it yourself. The boat goes no farther. There's the road. Yes, in one direction, the way you came. It's not often open enough. It's the season of rains. There's always my feet, Query said. Colin looked for a smile, but there was none on Query's face. Mooi. We hebben nog, ik kijk eventjes naar Ilse ook, nog toch wel eventjes tijd voor een paar ja. vragen. Ja. U steekt gewoon uw hand in de lucht en dan gaat Ilse komen met de microfoon. We hebben nog tijd. Ik zou zeggen, profiteer ervan. Ik zoek een slachtoffer om de spits af te bijten. Kom, het is niet omdat we in Vlaanderen zijn dat er niemand vragen moet stellen. Voilà. Ja, daar is een, yes. Nu hopelijk dat het geen Hollander is. Nou. Goedenavond. Ik ben huisarts. En ik kan u zeggen dat in een andere, ja, misschien ook wel enigszins grote universiteit, dat collega Dirk de Wachter zijn studenten een boek laat lezen, Leven en Lot van Vasily Grossman. En dat dat boek eigenlijk dient als een vervanging, dacht ik, van een examen of van een eindwerk. Dus er is echt wel een mogelijkheid, denk ik, om dat in de opleiding in te brengen. Absoluut. Ik denk dat die mogelijkheid er zeker is. Het enige is dat wij boven ons een aantal bestuurslagen hebben die we daar ook van moeten overtuigen. Maar ik ben ervan overtuigd. En zeker iemand als Dirk de Wachter, dat zo'n inspirerend man is, die kan dat wel. Dus dat ik bedoel, met zo'n goede docent daarvoor nodig hebben. Het is niet alleen dat boek lezen, want die man moet zo, die is zo bezielend in zijn geval dat iedereen met plezier dat boek gaat lezen en zo goed mogelijk gaat willen doen en bespreken. Het hangt voor een deel samen met we zouden daar lang kunnen over discussiëren, maar het hangt ook voor een deel samen met de manier waarop universiteiten georganiseerd zijn in verschillende faculteiten die elk een opleiding hebben enzovoort enzoverder. En men wil dan wel graag dat er interdisciplinair gewerkt wordt, maar in de praktijk vraagt dat toch een beetje een andere... Maar we gaan eraan werken met de suggestie van Dirk de Wachter en met jullie instemming. Ja. Er was hier, denk ik, ook een voorzichtige arm. Dank u wel. Ik vond het zeer boeiend. Ik heb alvast een aantal titels genoteerd. Maar ik wou juist eens vragen aan jou, Tessa. Kan je wat meer vertellen over jouw nieuw boek nog? Ja, mijn nieuw boek is ook eigenlijk een beetje mede geïnspireerd door een aantal zaken die ik vanavond ook verteld heb, zoals het leesproject, zoals patiënten waarvan dat de vrienden de kunst hadden, het kunstwerk hadden meegesmokkeld naar intensieve zorgen. En nog veel andere van die verhalen waar kunst heel belangrijk is. En eigenlijk is het boek een pleidooi voor een soort droom dat ik heb om in ons ziekenhuis en hopelijk ook in andere ziekenhuizen een soort, ik heb het genoemd kunst aan bed, een soort room service voor kunst
in het ziekenhuis te brengen. En het idee is een beetje dat er een digitaal platform is waar dat je, zoals dat patiënten een pizza kunnen bestellen of als ze het ziekenhuis eten niet lekker vinden, wat we af en toe zien, we wel Deliveroo en dergelijke brommertjes. En dat is niet alleen voor de dokters die moeten inslapen, maar dat is ook voor de patiënten die een keer een goede vettige pizza willen. Maar dat ze dus een kunst kunnen bestellen aan bed. En dat gaat voor mij heel ver. Het is heel breed. Dus dat kan zijn een vrijwilliger die komt voorlezen. Dat kan ook bijvoorbeeld een conservatoriumstudent zijn die cello speelt. En in plaats van op het kleine kamertje te zitten oefenen, gewoon aan bed bij een patiënt cello komt spelen. Dat kan een kunstwerk zijn. We hebben nu bijvoorbeeld diezelfde patiënt waar ik het daarnet over had. Die kwam een bepaald moment in mijn consultatieruimte met een groot schilderij onder haar arm. En ze zegt, kijk, dat is voor 2 jaar van u. Van mij, van het ziekenhuis natuurlijk. Hè. En dat hangt nu bij ons in de gang met een bordje bij van... wilt u dit kunstwerk bij u in de kamer? Dan mocht u dat aan de verpleegkundige vragen. Die gaat dat in de kamer komen brengen. We hebben dan ook een boekje erbij waar ze kunnen zeggen wat dat kunstwerk voor hen betekend heeft. Dus... Het idee is, je brengt professionele kunstenaars, vrijwilligers, studenten die kunst brengen. En dan heb je een platform waar dat patiënten dan op het moment dat zij het willen, dat kunnen kiezen. En dat is ook een beetje... want mensen zeggen vaak, ja, iedereen heeft kunst nodig. Dat is ook waar. Ik denk dat dat enerzijds uiteraard zal zijn voor mensen die, voor wie dat kunst levensnoodzakelijk is, net als eten en drinken. En die dat dan vaak moeten ontberen in een ziekenhuis. Zeker als ze heel lang zijn opgenomen, kan dat echt wel impact hebben. Dat is voor die mensen. Maar ik hoop ook van harte dat er ook mensen zijn die net op het moment dat ze in het ziekenhuis opgenomen zijn en dat hun leven eventjes stilstaat, dat er ook nagedacht wordt. We horen dat heel vaak van onze patiënten over waar dat ze prioriteiten aangegeven hebben, wat dat voor hen belangrijk is in het leven. Dat ze ook op dat moment blootgesteld worden aan iets waar dat ze eigenlijk zelf nooit in hun leven aan blootgesteld worden. Om wat voor reden ook, omdat er geen tijd is, geen energie, omdat ze nooit in hun jeugd uit een milieu komen waar dat kunst gewoon nooit aan bod kwam en niet belangrijk was. Dat dan net die moment, een moment van ziekte en lijden, wordt omgezet tot iets nieuws dat tot hen kan komen. Dus dat hoop ik ook van harte. En op dit moment zijn we ook bezig met ons leesproject bijvoorbeeld heeft veel mensen geïnspireerd. En we probeerden zo ook in covid-tijden daar manier, want dan moesten ze kiezen tussen een familielid of de voorlezer. Ja, dat is natuurlijk de keuze snel gemaakt, alhoewel dat er ook dan nog voor de voorlezer soms werd gekozen. Dus je moet je voorstellen hoeveel impact dat die hadden. Maar dat was dan natuurlijk niet altijd mogelijk. En dan hadden de studenten van het leesproject kleine envelopjes gemaakt met korte teksten, korte gedichten, verhalen. Het idee was van in het begin om een soort postbus te maken, waar ze dan de patiënten konden ingrabbelen. Maar dat was dan in covid-tijd. In het begin was dat ook... Ja, dan dachten we dat covid overal aanplakte en zo. Dus dat was ook not done. Dus dan hadden we een alternatief bedacht dat de verpleegkundigen dat dan meebrachten bij de patiënt op de kamer. En ik zie nog altijd van die kleine tekstjes op de prikborden die altijd worden meegebracht bij de volgende opname. En nu heeft de studenten van de studenten vorige zomer een postbus gemaakt, de leespostbus. En we hebben het leespralines gedoopt die daarin zitten. Dus dat is een bus die hangt, postbus, die hangt aan de muur. En de bovenkant is eigenlijk een soort kijkdoos. Ze heeft daar met Playmobil mannetjes en zo allemaal leuke tafereeltjes gemaakt. En daaronder is het echt gelijk een postbus, dus je kunt daar je hand in steken. En dat zit vol met korte teksten, gedichten. Vaak is daar ook... Dat is zo een vuurtje dat verder loopt. En dan krijg ik bijvoorbeeld een mailje van een verpleegkundige van een andere afdeling. Die zegt, ja, ik heb gehoord van dien en dien. En hij noemt mijn kunstenares, maar ik ben geen kunstenares hoor. Maar ik maak zo van die mooie kaarten, prachtige kaarten. En op de achterkant heb ik dan zo'n tekst geschreven. Zij de geïnteresseerd. En dan brengt ze dat zo met veel liefde, zo'n ganse pak van die kaarten. Dus die zitten ook in die bus. Ook patiënten die zeggen, kan ik iets doen? En dan vertel ik daarover. En dan krijg ik zo met de post een grote kartonnen doos met van alles erin. Dus
Dat zijn zo kleine dingen die ook minder bedreigend zijn dan iemand bijvoorbeeld die op je kamer komt lezen dat niet voor iedereen weggelegd is. Maar dan zeggen we met de kinesist bijvoorbeeld, ga een keer naar de leespostbus, steek je hand daar een keer in en je brengt het naar je kamer. Zegt hij in een tekstje niets, wat, geen probleem, je smijt dat weg. Doet het iets met u, ja, dan kan het toch iets betekenen. Dus, en eigenlijk is het boek dus een pleidooi voor die kunst aan bed, voor dergelijke manieren om kunst in het ziekenhuis te brengen. En ik vertel het verhaal uit mijn persoonlijke liefde voor kunst, ook uit wat ik zie in de zorg en hoe dat de zorg dreigt te evolueren door het altijd maar meer afvinken van checklists enzovoort. En altijd maar... De warme zorg moet komen van de mensen. En die is er zeer zeker. Dat merk ik bij ons op de afdeling. Is echt fantastisch. Maar in het grotere geheel van het ziekenhuis dreigt dat soms wel wat verloren te gaan. En daar denk ik dat kunst een heel belangrijke rol kan spelen. Ja. Ik denk dat je boek ook... Allee, toen ik het las, wordt ook heel duidelijk van... Het gaat uiteindelijk over ervaringen van schoonheid. Hè, in een omgeving die triest is, die vol pijn zit. Maar dat je echt kunt zien van... Oké, ik kan nog iets moois ervaren. Ja. Ook, hè. Ja, hier is vooraan, Ilse. Ik ben zelf bezig met het organiseren van ontmoetingen voor mensen altijd rond bepaalde mijlpalen in het leven of intense gebeurtenissen. En daarbij vertrek ik altijd vanuit literaire fragmenten, omdat dat een heel veilige context schetst en om dan op die manier naar het eigen leven te gaan. En een van mijn inspiratiebronnen daarbij is die Johan Harry in zijn Lost Connections. Is een boek waarin dat hij stelt dat... eigenlijk veel mentale problemen veroorzaakt worden door het verlies van connectie die we hebben, zowel met een waardevol werk, verlies met natuur enzovoort. Dus ik probeer ook altijd bij die dingen dus de literatuur erbij te betrekken, maar ook het natuur, het samen koken, het verbindende. Dus ik vroeg me af wat jullie daarvan denken, of dat het niet, of dat heel die bibliotherapie ook niet kadert in het feit dat we op zoek zijn naar meer houvast en verbinding zoeken, ook naar het feit dat bijvoorbeeld het gaan wandelen in de natuur zou voorgeschreven worden enzovoort. Is het niet een geheel van meer mentale en verbindende oplossingen dat we dus nood aan hebben? Er is een heel gamma aan dat soort oplossingen en ik denk inderdaad dat niet voor iedereen hetzelfde zal werken. Er zijn mensen die van hun leven geen boek gelezen hebben, dat ook nooit zullen doen en die dat ook niet op het moment dat ze dan heel ziek zijn gaan kunnen doen, maar die bijvoorbeeld wel van een boswandeling of whatever, al is het maar, of een auto tunen. Hè. Dat kan ook zijn dat er mensen ook hun plezier aan beleven. Hè. Dus ik denk dat dat zo is. Ja, ons leven is eigenlijk een soort aaneenschakeling wel van verlieservaringen, heel, heel bot gezegd. En wat ziekte biedt, is ineens een hele grote klap, hè, en is een heel existentiële verlieservaring, want het gaat bijna over verlies van uzelf, verlies van uw eigen leven en dan angst om uw geliefde pijn te doen. En dus dat, in het kader van dat soort dingen, dus ik snap niet helemaal wat je doet, maar ik denk dat inderdaad in het kader van dat soort dingen dat bieden, maar het ook tegelijk kaderen in een breder perspectief. Niet alleen tekst te lezen over verlieservaring, want daar zitten ze al in, maar ook de tekst lezen die misschien wel terug een perspectief biedt van oké, we zitten nu in een ander perspectief, maar hier is ook nog iets te beleven of te bekijken. Of gewoon die tekst lezen biedt mij al een uur dat ik er niet aan moet denken. Mm-hmm. Dat denk ik dat inderdaad heel belangrijk is en heel, heel mooi. Ja. Ik weet niet, wil jij er iets op? Nee, het was gewoon van dat je inderdaad dat er heel veel opties zijn, maar dat je doorlezen, ook gewoon doorlezen en de teksten die je dan kiest, dat je ook avonturen kunt beleven en dat je kunt gaan wandelen, terwijl dat eigenlijk niet mogelijk is. Allee, dat was zo nog een aanvulling dat ik had. Maar voor de rest, ja, en vanuit mijn achtergrond, literatuurwetenschapper, is het idee ook vaak van literaire teksten, juist vooral fictie dan, juist omdat het niet over echte mensen gaat, kun je makkelijk een band mee hebben? En heb je ook het idee van... Allee, dat zeggen leestheoretici toch bij literatuur. De tekst geeft u iets, zoals we al gezegd hebben, maar je geeft ook iets terug aan de tekst. In de zin van, geïnterpreteerd en je gaat zelf mee nadenken. Dus die connectie komt daardoor automatisch in gang. Hè. Ik denk dat dat al duidelijk is van waar we het over hadden. Van, als boeken een soort van therapeutische werking hebben, dan gaat het niet over de teksten alleen, maar over de band tussen de tekst en de lezer en de voorlezer en de gesprekken met elkaar. Dus ik denk dat dat een belangrijk, zeer belangrijk punt is. Hè. Ik weet niet of ik daarnet van Ilse een duim zag of gewoon dat er nog één vraag kon zijn. Er kan nog een vraag zijn. Er kan nog een vraag zijn. Maar het was ook een duim, dacht ik. Het was ook een duim.
Heeft er nog iemand een laatste, enfin, laatste vraag? Er zullen nog heel veel vragen zijn en we kunnen straks ook nog doorbomen. Maar we hebben nog wel... Ja, meneer. Ja, ik zou eigenlijk geen vraag willen stellen, maar een leessuggestie willen doen. Geert heeft daar net gezegd dat Graham Greene een zeer ondergewaardeerde schrijver is. Ik zou willen zeggen dat Georges Simenon ook een van die ondergewaardeerde schrijvers is. En ik zou eigenlijk aan de dokters in het panel willen aanraden om Les Anneaux de Bicêtre te lezen. Dat is een fantastisch boek waarin dus een man volledig is verlamd en een contact probeert te hebben met zijn dokter. Maar dat gaat natuurlijk moeilijk. En het boek gaat eigenlijk vooral over de betutteling die de dokters hebben tegenover hun patiënt. Dus ik vind dat echt een fantastisch boek. Ja. Ja, goede tip. Want ik ben grote sim. Ik heb alle mijn gres, denk ik, gelezen. Dat is al keilang geleden. Maar dit boek, ik ga het zeker lezen. Maar die betutteling is inderdaad... Ik word daar soms niet goed van als ik het zie bij anderen. Ook al zijn dat dan mensen die ik heel graag heb, waar ik heel graag mee werk, maar iemand zo zien, een patiënt betuttelen, ik wil alleen al in verkleinwoorden spreken. En, ik kan er echt ik kan het en hoe, niet uit. Hoe ouder de patiënt is, hoe groter de verkleinwoorden zijn. En dan met de voornaam, en ja, Juliaantje, en ja, Jeannetje. En dan denk ik maar, doe het gewoon normaal. Inderdaad. Maar het is een goede leestip. Zoe en ik gaan volgend jaar een vak literatuur en zorg geven. We gaan het op de lectuurlijst plaatsen. Ja. Dus we gaan met de studenten de tekst zeker lezen, ja. Les Anneaux de Bicêtre was de... Ja. Simenon. Het gebeier van Bicêtre. Misschien niet meer in de handel verkrijgbaar, maar we gaan voor een herdruk. We gaan voor een herdruk zorgen. Is het nog verkrijgbaar? Ja, oké. Okay. Okay. Waarschijnlijk zijn er nu al mensen op aan het googlen en gezien. De boekenverkoop gaat jullie de lucht in. Oké, ik denk dat we stilaan... Een weetje. Ilse heeft nog een weetje. Voor Geert. Ah? Dus ik ga misbruik maken van het forum. Nu moet hij in 5 termen antwoorden of zo. Nee. Oef. het hoogste slaagpercentage voor het ingangsexamen geneeskunde zit bij de groep niet die wetenschappenwiskunde gevolgd heeft, maar wel Grieks wiskunde. Grieks wiskunde. Grieks wiskunde. Wel, dus ik geef het gewoon maar even reclame voor Grieks. Ja. Percentage, zei je toch? Hè? Ja. Ja. Ja, dat wel. Ja. Ja, okay. Die twee studenten hebben het fantastisch gedaan. Ja. Het zijn er 10, maar ze zijn alle 10 erdoor. Oké. Okay, dat was mijn weetje. Dat is een tof weetje. Ik denk, we gaan stilletjes aan afronden. U ziet... Nog eens, dat was waar ik op wachtte. Diederik, dank je wel. U ziet nog eens de slide van de reeks, maar u ziet daar ook een QR-code op staan. Als u die inscant, dan krijgt u de leessuggestie. Simenon staat er nog niet tussen, maar we gaan hem toevoegen bij deze avond. We gaan hetzelfde doen voor de avonden die nog komen. Onze volgende sessie is over 2 weken op dinsdag. We zijn nu de 22 maart. Dan gaat het over literatuur, cultuur en ouderenzorg. We hebben het thema al een klein beetje behandeld. Ik moet over filmpje kunnen. We zien u allemaal graag terug. Sommigen onder u zijn al ingeschreven, anderen nog niet. Ik zou zeggen, wacht ook daar niet mee, want de zaal loopt snel vol. En ik moet ook nog zeggen dat vanavond... het Rijk der Vrijheid is wel degelijk aangetreden, dat het Krookcafé ook speciaal open is voor degenen onder jullie die willen nakaarten. Als u dat wil doen, moet ik er wel bij zeggen, dan gaat u daar naar buiten, dan neemt u de trap naar boven en dan volgt u gewoon de anderen en dan komt u in het Krookcafé terug. Ik sluit af met een warm woord van dank voor Tessa. En voor Geert. Geert, ben zeer blij dat je jezelf uitgenodigd hebt. Het was ik wist het wel niet dat ik mezelf aan het uitnodigen was. Dank je wel.